Goedenavond iedereen, welkom op deze webinar rond samenwerken met B2B-partners. Hoe begin je eraan en hoe groei je erin, is onze centrale vraag voor vanavond. Waar we hopelijk een antwoord op zullen krijgen. De vorming van vanavond zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Dus we stoppen rond 10 uur en deze vorming wordt mede mogelijk, welle, wordt mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Interreg North Sea Region project Reframe. Het project loopt af eind mei, dus dit is meteen ook het slotmoment voor het project waar we, net zoals het thema van deze webinar, vooral gefocust hebben op B2B samenwerkingen binnen de korte keten. Een aantal praktische afspraken zijn intussen al routine geworden voor iedereen die regelmatig een webinar meevolgt. De microfoons blijven uit. Vragen stellen is mogelijk, maar dan graag via de chat. Er zullen 2 momenten zijn waar er vragen zullen beantwoord worden. Na het eerste deel en dan na het einde, allez, op het einde van de volledige presentatie. Dus zoals ik zei, de webinar zal ongeveer een 2-tal uur duren. Ons programma voor vanavond ziet er als volgt uit. Dus na mijn inleiding zal Geert Sonneville overnemen en jullie wegwijs maken in B2B samenwerkingen. Hoe pak je dat aan en hoe ga je aan de slag met marketing? Daarna komt er een kort moment waar we een aantal vragen zullen beantwoorden. En dan zal ik zelf afsluitend een case study toelichten waar we aan de slag zijn gegaan met een aantal verpakkingen en product placement. En gekeken hebben hoe die verkoop binnen een supermarkt hebben beïnvloed. Oké, dan geef ik nu graag het woord aan Geert. Je mag het, de presentatie overnemen, Geert. Oké. Ik denk dat ik hem overgenomen heb, zie je in beweging? Ja, oké. Goedenavond iedereen, ik ben Geert Sonneville, zoals Tijl zei. Ik ben iets meer dan een 30 jaar oprichter en zaakvoerder geweest van een voedingsbedrijf. Die met verkoop naar binnen- en buitenland, zowel naar de foodservice-industrie, maar altijd met het hoofddoelgroep de retail. Zowel van de F1, F2 als de F3, zoals Nielsen dat indeelt. Nu, vandaag gaan we ons specifiek toespitsen naar de F2 in de indeling. Zo dus de onafhankelijke supermarkt of winkel. Ik ga een klein beetje theorie moeten geven, omdat we een heel breed publiek hebben vanavond. Natuurlijk kun je veel gerichter werken als je met één productgroep of één type assortiment kunt gaan werken. Maar ik heb een klein beetje theorie nodig in de marketing om het verschil aan te tonen en te kunnen staven naar de praktijk. Dus korte keten, ja, ik hoef het jullie niet uit te leggen wat het is. Ik denk dat jullie dat heel veel beter weten dan ik op vandaag. Ik heb me heel wat bij geïnformeerd en geschoold op vraag van Tijl en van Katrien. Zo, vandaag zitten we eigenlijk naar behoefte toe, die een van de punten is van de marketing, al heel goed, hè? Dus de korte week, helemaal de communicatie en de social media is heel zwaar bezig. Denk dat we daar op behoefte echt, echt heel goed zitten. Ik heb een paar quotes uitgehaald uit de pers, dus waar dat je ziet dat het leeft bij de mensen. Dus, ja, de liefde voor lokale producten was nooit zo groot. COVID, corona heeft daar ook iets in gang gezet. Er zijn geen voordelen aan COVID, maar als er één is, is het toch wel dit. Waar we zien dat die globalisering ook zijn prijs geeft en zijn beperkingen. Hè. Er ligt één schip of boot scheef in een kanaal en onze aanvoer wordt in vraag gesteld van zowel het hout als de voeding als de grondstoffen om een vaccin te maken. Dus ik ben zeker dat de mensen daar
en het publiek daar zich heel van bewust is en dat de ogen open gegaan zijn en dat de tijd rijp is waar ze ook de lokale producten, waar ze kunnen weten van waar het komt, wie het maakt, hoe het maakt, maar dat ze daar ook een eerlijke prijs voor willen geven. Ik denk dat dat vandaag een heel ander gegeven is dan 2-3 jaar terug, waar de grote spelers en ook vandaag nog doen van niet meer 1+1, maar 1+2 gratis. Het is een van hun enigste verweermomenten, omdat ze nog met de prijs kunnen doen, want ze verliezen toch heel wat voeling met de markt en het kwaliteitsproduct, wat dat ook mocht zijn, dat komt later aan bod. En een paar jaar terug zeiden ze de buurtsupermarkten die gaan verdwijnen. Ze hebben zich nog nooit zo misrekend als toen, omdat toch iedereen nu op vandaag, ik zie dat ook in mijn eigen familie, ik ga vandaag ook kijken, en mijn kinderen zeker, van waar komt het, wie maakt het, ken ik ze. Mag iets geduurder zijn, maar ik weet, ik heb er vertrouwen in. Ik ben goed bezig, dus denk dat daar toch vandaag die behoefte zeker bepaald is. Nu, klein beetje theorie. Marketing. Ja, het is een groot woord en het wordt heel vaak misbruikt. En door elkaar met verkoop, wat dat eigenlijk niet zo is. Ze gaan natuurlijk hand in hand. Hè. Je kunt niet het ene zonder het andere. En het andere niet zonder het ene. Hè. Het verkoop is eigenlijk, de verkoop is de pure daad op zich. Het actief verkopen. De voyageur van vroeger, de salesman die binnenkomt, dat is de verkoop. Maar wat kan hij niet zonder op vandaag is zonder de marketing. De marketing vertrekt vanuit een behoefte en is bezig met de markt. Welke wensen heeft het publiek? Welke behoeftes leeft er bij de klant? Wat moet ik aanbieden? Hoe positioneer ik mij als bedrijf? Wie is mijn doelgroep? Naar wie ga ik mij richten? Ik ga niet met hagel schieten zoals vroeger, maar ik ga met scherp gaan schieten. Dus omdat je dan doelgerichte communicatie daar kunt op richten en dat je de mensen warm kunt maken. De marketing legt eigenlijk de basis en die stelt de verkopers in staat om te verkopen. Bij KMO is dat natuurlijk zo dat dat heel vaak één persoon is, of toch een beperkte groep mensen die daarmee bezig zijn. Maar weet dat bij de multinationals en de supergrote bedrijven dat heel twee aparte afdelingen zijn. Die weliswaar heel nauw samenwerken, hand in hand zoals je ziet op dat tekeningetje. Maar zonder elkaar kunnen ze niet presteren. Maar ze moeten ook weten dat ze elkaar 100% nodig hebben. Hè? Wat zijn de vragen die wij in de marketing stellen? Hè? Wie gaat mijn product kopen? Welke mensen zijn daartoe bereid? Maar wie gaat ook niet kopen? Dan weten we ook dat we daar geen tijd moeten gaan insteken. Heel groot verschil als we in B2B gaan, is de klant is niet gelijk aan de gebruiker. En dat is een hele moeilijke. Naar wie richt ik mij? Richt ik mij naar de klant in mijn communicatie? Of richt ik mij naar de gebruiker in mijn communicatie? De kopers zijn niet hetzelfde als de gebruikers. En dat is een aanpak. Een heel moeilijk verhaal, daar komen we later nog wel op terug. Hè? Welke vraag stellen we ons nog in de marketing? Zijn er alternatieven voor mijn product? Waarom zouden ze ons product kopen? En tegen welke prijs willen ze dat kopen? Waarom zouden ze meer gaan betalen voor ons, voor mijn product, dan voor iemand anders? Hè? En een van de laatste die je daar ook in hebt, is waar moet ik het verkopen en hoe moet ik het gaan aanbieden? Hè? De marketing bestaat eigenlijk uit 4 delen. Ja, oké. Dus de marketing mix genoemd, de 4 P's. Dat is het product, de prijs, de plaats en de promotie. Het is een klein beetje theorie, zoals ik al zei, maar we gaan er toch gaan er heel kort doorlopen. Ik heb het echt tot de essentie beperkt. Je kunt uren praten, dagen, boeken volschrijven over marketing, maar dat is niet mijn stijl. Ik ben nog iemand die graag hands-on bezig is. Dus ik heb ze heel kort opgelijst. Product moeten we wel weten dat het product vroeger is, mijn product is lekker, dus het gaat verkopen. Het moet goed zijn en het is ook zo,
Het is nogal logisch dat je product moet goed zijn. Hey, dat is mainstream geworden, zeggen ze daarmee op vandaag. Hey. Maar het is niet alleen het product op zich. Hey. Het is ook de verpakking speelt daarmee een rol. Welk gevoel, beleving roept het op bij de klant? Hey. Als de klant het koopt, is het goed voor zijn imago? Hey. Wat ik hoor is bij de gebruiker, dat ik zeg, ja, kijk, ik koop gezonde lokaal, dus ben ik verantwoord bezig naar mijn gezin toe. Daar gaan we moeten uit verder gaan putten om daar een heel succesvol verhaal van te maken. Prijs. Ja. Kostprijs en verkoopprijs komen later aan bod, maar prijs is in het marketing gebeuren. Enkel en alleen bepaalt of de klant uiteindelijk bereid is ons product te kopen. En als hij bereid is, voor welke bedrag dat hij ervoor wil betalen. Maar kan hij het ook betalen? Je kunt veel producten lanceren, maar als je doelgroep daar niet toe bereid is om dat te betalen, dan schieten we de bal volledig verkeerd en mis. Dus daarom is je marktonderzoek van uitermate belang dat we weten welke doelgroepen we gaan bepalen en welke prijs dat ze daar wel voor geven. Dus product en prijs hebben we gehad van de vier P's. Dan komen we naar de plaats. Nu, vandaag, dat is heel vaak een moeilijke. Nu, vandaag is die niet zo moeilijk bij ons, omdat we, ja, we spreken van B2B, retail, dus de supermarkt, de lokale supermarkt, de onafhankelijke supermarkt. Dus die is al bepaald. Daarom heb ik het ook niet meer in de slide opgenomen. Maar wel gaan we de vraag stellen, hoe krijg ik mijn product bij de klant? Hè? Hoe ga ik mijn distributie gaan doen? Doe ik het alleen? Doe ik het met anderen? Dat kan een heel groot knelpunt zijn op vandaag, van de korte keten naar de lokale supermarkt. En dan komt een van de speerpunten, wat ik vandaag toch wel een beetje ga opdoen, op verder gaan, is de wijze waarop we gaan het promoten, gaan verkopen. Influencers, ambassadeurs, etc. Dus dat komt allemaal nog aan bod. Dus met promotie kun je dan ook gaan we kort spreken over de reclame. Doen we het on, offline of en on, offline? Hoe gaan we om met kortingen? Hoe bepalen we onze marges? Dat komt allemaal later aan bod. Dus welke doelgroep willen we gaan bewerken op vandaag? Dus de zelfstandige retailer, die de buurtsupermarkt, de onafhankelijken. Ja. Oké. Okay. Jawel. Supermarkten, dus wat heb je nu op vandaag? Is de lokale supermarkt, maar die eigenlijk een franchise-nemer is. En de grote jongens hebben ze, de grote spelers, de F1's, hebben zich daar terdege van bewust zijn ze daar bewust van geworden. Ja. En zoals Colruyt, die is daarop ingesprongen met Spar over te nemen, de Alvo, de Minimarkets, de OK's. Heel moeilijk verhaal bij Spar is dat je ook de afdeling Lambrechts hebt. Hè. De Leize doet het, noem ze maar op. De Carrefour doet het. Nederland staat daar heel ver in, met Jumbo en Plus. Dat zijn er vandaag de grote spelers die de markt gaan bepalen in de franchise, in de B2B. Niet vergeten dat ze toch een derde van de markt voor hun rekening nemen. Nee. En het marktaandeel is stijgende. Wat is nu die franchise-nemer? Nu zijn er misschien mensen die deelnemen aan het webinar, die het zekere beleid al ondervonden hebben. Dus dat betekent dat de prijzen en promoties en het assortiment dat de franchisegever of de centrale bepaalt voor een stuk moeten volgen. Dat kan een werkcontract zijn of een contact met veel vrijheden. Er is een heel moeilijke lijn in te trekken. Dat hangt eigenlijk individueel af hoe dat ooit het contract bepaald is. Dus, ik heb een klein voorbeeldje. Spar groeide tijdens de pandemie wereldwijd met 7,4%. Alleen in West-Europa was dat al 12%. En dat komt nu terug door de sterke positie van de buurtwinkels. Hè, waar ze op vrijwillige samenwerkingsverbanden heel ver kunnen gaan in de totale aanpak van hoe bereik ik mijn klant.
mijn eindconsument. Ik heb ze dan nog een keer een klein beetje visueel voorgesteld. Maar ik denk dat dat voor iedereen klaar en duidelijk is. Ik zit op twee schermen, het is daarom dat ik af en toe moet verspringen. Ik wil het toch wel meegeven dat eigenlijk buiten de S2 ook de S1 zich daar nu heel veel van bewust wordt. En dat de grote leaders eigenlijk ook aan het aanhaken zijn. Op de foto kun je zien dat ook in Frankrijk een Super U, die heel centraal georganiseerd is, zich ook nu toch gaat gaan moeien met lokale producten te gaan promoten en dat heel actief in hun winkels te gaan communiceren. Dus daarom denk ik dat we volledig, ben ik zeker dat we volledig op de goede weg zijn en dat wij ons als lokale supermarkt toch of producent daar naartoe heel sterke punten hebben. Dus de trends zijn volgens de lijst. Ik heb ze van de lijst gaan aan. Dus ook als grote retailer, als F1, een grote focus op gezondheid, natuurlijke producten, de trend voor het authentieke lokaal en een duurzame wereld. Ja, laat ons, meer moeten wij niet hebben om succesvol te zijn op vandaag. Ook vroeger, als je bij de grote Carrefours en de Leijzers kwam, moest alles centraal geregeld, geleverd worden. Nu weten ze ook dat met de korte keten dat niet haalbaar is. En zijn ze zelfs bereid om lokaal te mogen leveren als je op voorwaarde dat je bijvoorbeeld 40 kilometer van de plaats is waar dat de verkoop moet gaan. Ze worstelen er wel een stukje mee. Ze zitten in feite tussen de tweestrijd, hoe ver moeten we gaan? Want ze geven een stuk van, ze geven een stuk controle. En daar zijn ze heel gevoelig aan bij de grote F1's. Ze willen het alles onder controle houden. Maar ze weten ook dat ze, als ze niet op de kar springen, dat ze toch een heel deel van hun markt gaan verliezen. Hè. Weet, in Nederland staan ze daar heel veel verder in, omdat ze daar ook al heel veel coöperatieven hebben en hubs en platformen om samen te doen. Nu, het komt hier ook waarschijnlijk, maar ik denk dat Inagro en andere stakeholders daar heel veel mee bezig zijn. Hoe kunnen we het product bij de klant krijgen? Nu, van kwaliteit gaan ze in Nederland, het woord kwaliteit tussen aanhalingstekens, ook heel ver naar die authenticiteit. Kijk maar naar de kip. Je kunt daar geen gewone kip meer krijgen in de supermarkt. Ze noemen de onze plofkippen, voor wat dat ook waard is, wat dat zij zeggen. Zij gaan volledig op het 1-ster, 2-ster, de beter leven kip, het beter leven varken. Maar die wordt niet meer bepaald door de klant of de consument, die wordt ook niet meer bepaald door de supermarkt. Maar ze zijn daar zo ver gegaan dat ze eigenlijk de vereniging, het wakker dier, eigenlijk het schap bepaalt. Hopelijk gaat het hier zo ver niet komen en kunnen wij nog vrij en ongedwongen zelf bepalen wat dat er in onze winkelrekken ligt. Hè. De Jumbo heeft ook recent bijvoorbeeld de Agrimart, die eigendom was van een coöperatieve, overgenomen. Dus ze springen toch wel op dit verhaal. Omdat ze ook een meerwaarde kunnen creëren. Dus dat is een beetje grosso modo het algemeen verhaal over de retail. We gaan veel meer in detail. Nu komt eraan, hoe bewerk ik, of hoe bereik ik mijn B2B-partner en welke afspraken maak ik daarmee? Nu, hoe vind ik de klant? Uiteraard is dat prospectie. Gaan zoeken, ze gaan heel zelden zelf naar u bellen. Wij moeten daar actief mee aan de slag. En ik zou beginnen bij het laaghangend fruit. De lokale supermarkt waarvan dat je misschien de eigenaar al kent. Dat je kunt vragen aan collega's, waar leveren jullie? Kunnen we samen de klant gaan bezoeken? Of nog beter, kunnen we ze samen de verkoopactie afspreken? Of kunnen we ze samen beleveren? Ik ben een heel sterke believer in partnerships of samenwerkingsverbanden, want daar is 1 plus 1 zeker 3.
Dat zijn toch vragen dat we toch een keer goed moeten stellen als we in case by case gaan. Zijn die samenwerkingsverbanden mogelijk? Omdat je daar toch als grote winnaar heel veel sterker staat naar uw klant toe. Wat moet er zeker in? Ja? In uw afspraken. U weet dat een afspraak altijd van, met twee zijden is. Hè? Een enkelzijde afspraken bestaat er niet. Dus is het heel noodzakelijk dat je geen grijze zones creëert, dat het voor beide partijen duidelijk is wat dat we afgesproken hebben, wat dat ze mogen verwachten van ons en wat dat wij ook van hen mogen of moeten verwachten. Dus wat gaan we daarin gaan bepalen? Dat is uiteraard ons assortiment of ons gamma. Maar heel, heel, heel belangrijk, wat verwacht de B2B, de retailer, lokale retailer, wat verwacht hij van het bestelpatroon? Is het dat hij vandaag belt en ik moet deze namiddag leveren? Of kunnen we een bestelpatroon afspreken van een A naar C? Wat is de minimumafname per bestelling? Dat ze mij niet toe rijden met twee bakjes aardbeien. En depannage kan altijd. Maar het mag niet alleen maar depannage zijn. Plus dat dat ook een heel groot voordeel heeft naar uw planning toe, dat je kunt voorzien dat je op geëikte tijdstippen zoveel kunt afzetten. Prijs is nogal wiet dat we daar moeten over spreken, maar voor hoe lang is die vast? Is die voor een bepaalde periode of kan ik die dagelijks aanpassen? Dat zijn dingen dat we toch heel, heel, heel duidelijk moeten afspreken. Hoor. Nu, met de prijsstijgingen die er overal aan zitten te komen, zoals we, over, dat we horen, is de verpakking wordt duurder met 25%. Het karton wordt duurder, de lonen stijgen weer met 2%. Dus hoe flexibel kan ik mijn prijzen aanpassen? Heb je dat voor 2 maanden nodig? Heb je dat voor 3 maanden nodig? Heer, mag ik u even onderbreken? Ja, volgen die slides niet. Ik denk dat de presentatie wat achterloopt. Zo kunnen... Ik heb presentatie... Ja. Heb je hem? Nee. Oké, momentje. Hij loopt wat achter. Ik ga er dan terug op keren. Het is om te even nodig. Ja. Dus maar kom daar toch. Ja. Dus alles wat ik nu vertelde staat er eigenlijk grosso modo op. Dus van assortiment naar bestelpatroon, naar minimumafname, naar een prijs vast. Hoeveel op tijd op voorhand moet ik mijn prijsaanpassingen doorgeven? Welk volume, welke kortingen worden besproken? Als er een promo is, wie draagt bij? Draag jij als producent alleen bij of is dat ook een stuk dat de klantwinkelier ook meedoet in. Als ik 10% doe, doe je 10%, dan hebben we heel veel meer impact. Zijn er eindejaarskortingen, staffelkortingen, groeibonussen, etc. Verwacht de winkelier van mij dat ik een buffervoorraad op, aanleg, zodat hij altijd kan bijbestellen. Superbelangrijk, wat gebeurt er met overschotten of overdatum? Neem ik die terug of gaat die in snelle verkoop? Wie draagt die prijs? Wat doet met het leeggoed? Betalingsvoorwaarden, mag ik me op 30 dagen mijn geld? Of zijn er andere manieren? Dat is allemaal, dat zijn punten die er minimaal moeten aan bod komen bij een onderhandeling. En je moet ze volgens mij schriftelijk bevestigen. Terug daar geen grijze zones. Ik ga een klein beetje teruggaan voor jullie. Het artikel van de Leize, Beleize was eigenlijk een voorbeeld van waar ze ook mee bezig zijn. Zelfs de CEO van de Leize zich gaat bemoeien dat ze zegt, kijk, de Belgische producten moeten blijven groeien. We gaan samenwerkingen ermee aan de gang gaan. Ze veranderen zelfs de naam van de lijst naar Beleize voor een paar dagen. Dus dat wordt allemaal gedeeld. Ik ga dat artikel niet lezen. Dus wie zijn die doelgroepen? Zoals ik al zei en daar belegd hebben, zijn die onafhankelijke retail. Maar
ook de speciaalzaken. Dus, ik zag in de korte keten, ik ben van Oost-Duinkerkers, dus ik ken ook wel de winkel in Veurne, van Delva bijvoorbeeld. Die, ik heb het als case genomen hoor. Die zich heel zwaar heeft ingezet op die korte keten en zelfs in zijn communicatie de producenten erbij betrokken heeft op zijn website gaan delen met allerhande promo's en kortingen eraan. Hè. Denk dat het du jamais vu of nog nooit gezien is dat er zo'n nauwe samenwerking is tussen eigenlijk de retailer en de producent, wat dat vroeger ondenkbaar was. Hè. Veel voorwaarden natuurlijk, en daar moeten we toch terdege van bewust zijn, dat we daar een eerlijke prijs voor hebben. Dat het niet is dat we geen uitgevrongen worden, dat het altijd, het is een win-win voor beide. Het kan niet zijn, zoals de grote wurgcontracten, dat ik altijd noem, dat de discounters, de harddiscounters en de grote supermarkten, u altijd maar, ieder jaar moest u goedkoper gaan produceren, omdat zij dachten dat ze een schaalvoordeel gingen brengen bij jou en dat jij het goedkoper moest doen. Die tijd is voorbij, dat kan niet meer. En dat kan zeker niet in het geval van de korte keten, waar we in een win-win gaan met lokale spelers. Ik kom terug, we gaan terug verder naar het product voor een stuk. We hebben al een stukje, wie is onze doelgroep gaan bepaald. Dus de franchise-nemer die van een grotere centrale afhangt met vrijheden, of 100% de vrije onafhankelijke winkelier. Supermarkt, speciaalzaak. Nu, hoe bepaal ik welke producten ik het best op de markt breng in het marketing gebeuren? Nu, het is simpel. Alleen de producten die ook tot tastbare resultaten gaan leiden, dat wil zeggen, krijg ik mijn product verkocht. Je kunt fantastisch mooie producten maken. Maar als er geen markt voor is of geen vraag naar is, dan ga je een heel lumineus idee gehad hebben, maar gaat het aan de straatstenen niet kwijt gaan. Ik kan er vandaag moeilijk op in detail op ingaan, omdat dat eigenlijk echt specifiek van bedrijf tot bedrijf is. En dan gaan we gaan zoeken door marktonderzoek en een selectie gaan maken. Hé. Welke behoeften zijn er en passen die echt met wat dat ik maak? Hé. En hoe doen we dat? Hé? We gaan de kernbehoeften gaan zoeken bij onze klant en eventueel bij de gebruiker. En dat zetten we tegen elkaar af. Past dat bij ons? Is dat voor ons? Is dat goed voor ons? Is dat goed voor mijn bedrijf? Kan ik ermee leven? Kan iets te goed maken, maar dat de klant zegt bijvoorbeeld, ik wil iets minder van kwaliteit. Zijn we bereid om dat te doen? Dat zijn allemaal vragen die we in case by case moeten gaan bepalen. Dat is de selectie op behoeften versus wat wij aanbieden. Maar je hebt ook een selectie op basis van koopcriteria en koopmotieven. Vroeger spraken we alleen over de USP's, wat zijn mijn sterke punten. Maar we dachten nooit eraan van, is de klant daar wel iets mee? Waarop kiest de klant? Wat is zijn koopmotief? Heert, ik denk dat je nog altijd een beetje achterloopt in uw slide. Dus ik ben per tank presentator. Ja, je hebt gelijk hoor. Ja. Kom precies hierachter bij mij staan. Goed, hij springt dan terug. Nu, we gaan het bij mij terug. Ja, nu zit ik hier. Hè. Achter. Ja. Dus hoe bepaal ik welke producten ik het best op de markt breng? Ja. Ja. Ik zie dat af en toe een keer begint te malen. Het zal dat zijn dat hij achterkomt. Nu. Zwaaibaar tijl, ik ga er dan direct kijken. Ja. Dus, alleen de producten, uiteraard die tot tastbare resultaten gaan leiden. En dat kan op behoefte zijn en afgezet in ons aanbod. Maar dat kan ook zijn waarop men kiest. Hè? En hoe waarop men beoordeelt. Wat wil ik? Hè? Voldoet het aan mijn verwachtingen als gebruiker, als klant, maar ook als gebruiker? En ik ben bereid om daarvoor te betalen. Hè? Nu, de vraag die ik wil stellen, waarom? En dat zou ik zeker stellen na een evaluatie doen. Waarom is men voor ons gekozen? Of waarom heeft men niet voor ons gekozen? Nu, zoals ik al zei, de behoeften op vandaag zijn klaar en duidelijk. Hè? We hebben al een doelgroep die klaar en duidelijk is op vandaag. Maar de huidige behoeften
lokaal, korte keten, 100% West-Vlaams, eerlijke producten, weinig e-nummers. Het is transparant, we kennen het gezicht van de producent. Er plakt een gezicht op, de klant weet van waar ze komen. En dan moeten we nu 200% gaan uitspelen, maar ook wereldkundig maken. Je kunt goed zijn, maar niet gekend zijn. En dan mis je ook natuurlijk een heel stuk van je markt. Ik ga nu eerst vooruit gaan bij jullie in plaats van bij mij. Misschien gaat dat beter gaan. Zien jullie nu hoe een product op de markt te zetten? Ja. Okay. Ja. Ja. Dus we hebben gezegd, welk product gaan we maken? Waar er behoefte voor is, waar er vraag naar is, waar de klant bereid is voor te betalen, voor mijn kwaliteit. Maar hoe gaan we het nu op de markt gaan zetten? Ik ben een hele grote voorstander van bevraging als we met een nieuw, tussen aanhalingstekens, product bezig zijn. Niet in onze ivoren toren gaan werken en er 100% van overtuigd zijn dat wij de beste en de mooiste paarden zijn. Maar ga in bevraging bij je klant. Hè. Vraag wat ze ervan vinden. Hè. Voel hun interesse. Hè. Zijn ze enthousiast over je product, over je plan? Hè? En met de bedoeling dat we eigenlijk de volgende stap gaan krijgen, ja, dat ga ik kopen, aan die prijs kan je dat gaan kopen. Dus dat weten we al, zijn we goed bezig in onze ontwikkeling, zijn we goed bezig in ons assortiment, en zitten we niet in onze cocoon van wij zijn de beste en de mooiste, we moeten vragen als er daar een markt voor is. Dus, en dan moet je gaan zaaien natuurlijk, hè, om in de terminologie ook een stukje te blijven. Hè. Als je de keuze gemaakt hebt, maar vertel het dan ook tegen de mensen rondom u, tegen uw potentiële klant. En op vandaag, sociale media is daar het middel bij uitstek om daar gebruik van te gaan maken, voor te gaan zaaien, voor de interesse te gaan zoeken. Hè. En dat mag gerust weken op voorhand, maanden op voorhand zijn dat je daar nieuwsgierigheid gaat gaan opwekken. En zo zeggen dat je daar met iets nieuws gaat gaan komen. De mensen gecreëerd een soort verwachting. En op het moment dat je product dan in het schap krijgt, dan is dat zeker een reden tot succes. Hè. Wat je ook moet doen, is je naam moet goed zijn. Het moet aanspreken. Alles draait rond beleving op vandaag. Misschien te veel naar beleving en te weinig nog naar product, maar het is beleving. Maar uw naam moet zich ook uitstralen naar voor wat jij staat. Hè? Naam, merk. Hè? Wat wil je betekenen voor de klant? En dan moet je daar heel, heel goed over nadenken dat je daar de bal niet beslaat. Hè? Zoals ik al een paar keer aanhaalde, en dat komt altijd terug op vandaag in de marketing, is wat is mijn verhaal? Hè? Wat is de beleving? Welk gevoel voldoe ik? Welke behoefte voldoe ik naar de klant toe? We spreken over lanceringspagina's, landingspagina's, social media op vandaag. Voor mij is het en zo online en offline. Maar zonder de social media kopje kunnen we vandaag zeker niet weg hoor. Het zat vroeger volledig in de marketing. Nu is het eigenlijk een job apart geworden. De communicatiebedrijven zijn, ze schieten ook als school uit de grond. Het is heel, heel, heel vaak nodig om daar een vaste prijs af te spreken, want anders ga je daar een factuurtje krijgen waar je ook niet gelukkig of happy van wordt. Maar het is zeker een investering die je moet meenemen als je product op de markt zet, want je moet je mensen kunnen benaderen. En dat wordt ook meer en meer professioneel. Wij als producenten zijn specialisten van ons product en moeten, volgens mijn bescheiden mening, ook laten begeleiden door professioneel die je verhaal, je gezicht naar buiten toe kunnen brengen. Ik heb zelf een test gedaan met social media. Ik ging ook een Facebookpagina, een LinkedIn en Instagram maken. Ging dat ook sponsoren. Ik denk dat ik ieder 2 uur een factuur kreeg van 2,5 uur. Mijn pixels stonden niet goed. Ik ben ook iemand ingeschakeld. En dat verloopt nu heel vlot. Enige per maand spreken we af. Hij lanceert alles. Daar staat een prijs op. Daar ga ik ook niet buiten.
Ik hou me daar aan vast. Zo, en ik kan dat perfect gaan budgetteren. Ambassadeurs en influencers. Als we kunnen lokale ambassadeur, spreken over lokale markt. We hebben geen Jamie Oliver of Sergio Herman nodig als we niet in zijn streek wonen. Nu, je komt naar de pannen wonen, heb ik gelezen. Dus misschien kun je deze van de kust dan wel gebruiken. Maar een ambassadeur, dat kan een heel chef zijn van te plaatsen. Dat je kunt gebruiken op je social media, waar dat hij je product aanprijst. Een influencer is iets breder nog dan een ambassadeur. Ik ga een voorbeeld geven. Ik werk ook voor een bedrijf uit Zuidwest-Vlaanderen die desserts maakt. We hadden een product bij de Koolruit liggen dat we eigenlijk echt moeilijk van de grond kregen. We hebben daar een influencer op gezet. En gewoon een simpel verhaal hoor. En dat kostte, denk ik, 150, 200 euro. Met daar een klein wedstrijdje aan van dag uw beste vriendin of vriend. En die met de meeste tags won dan één doosje desserts. Nu, ik denk dat er al meer of 1000 mensen op getagd werden. En waardoor de Koolruit, de bestelling, was eigenlijk maar 2 paletten. En ze hebben die verhoogd naar 25 paletten en die zijn eigenlijk de deur uitgevlogen. Is het altijd zo'n succes? Nee. Maar weet dat er een studie is waar dat de jongeren, waar het bepaald wordt dat de jongeren 60-70% zich laten leiden door de influencers en de ambassadeurs. Ik had er ook enorm van verscholen. Ik had ook niet gedacht dat het zo een invloed ging hebben. Maar je ziet ze allemaal komen. Hè. De Roger van Dammes, die voor bedrijf, een dessertbedrijf uit het Zuidwest-Vlaanderen ook een ander. Weliswaar, maar zijn hoofd daarop gaan plakken. Of een testimonial schrijft voor te zeggen, kijk, ik zeg dat het goed is. Dus zij wekken vertrouwen op. En het wordt gevolgd. Ik ken in mijn vorig leven nog met Piet Huizentruid samengewerkt. Dat was vispannetjes. En dat was voor Aldi. Wij verkochten daar ongeveer 300.000 vispannetjes van. Piet Huizentruid in zijn glorieperiode van SOS Piet. En we kunnen overal en ervoor betaald weliswaar, om zijn gezicht daarop te zetten. Nu, we gingen van 300.000 gemakkelijk naar 600.000, 700.000 per jaar. Dus zie maar ik zou dat ook gebruiken in lokaal, naar een influencer voor gaan zoeken. Of zeker een ambassadeur, die denk ik wel relatief gemakkelijk te vinden. Vergeet ook niet, het is niet dat je ene keer promotie maakt, of dat je ene keer reclame maakt. Het is een continue business en die moet je ook voorzien in je kostprijsberekening. Weet dat er studies zijn die zeggen dat promotie telkens weer en weer komt, want de mensen moeten minimaal 7 keer van u horen voor ze u herinneren en voordat ze tot kopen overgaan. Kijk naar Coca-Cola. Denk niet dat Coca-Cola nog promotie nodig heeft of reclame nodig heeft, maar zij blijven daarvoor gaan om dat repeat en repeat en repeat te gaan steken. Dus dat zijn wel kostenbezwarende factoren. En je moet ze zeker meenemen in je kostprijsbepaling. Het is niet alleen. De klassieke valkuil is eigenlijk dat we heel veel nadruk en tijd steken in het creëren van ons product, waar we uiteraard super fier over zijn, maar niet op het promoten ervan. En zodat eigenlijk onze klanten krijgen eigenlijk bijna een onmogelijke opgave lijkt. En dan vragen we ons af, waarom is het niet gelukt? Is het aan het product? Nee, het is niet aan het product. Maar we hebben het gewoon niet kenbaar genoeg gemaakt. Hè. En we zijn ervan overtuigd dat ons product zo goed is dat het zichzelf verkoopt. Dat is niet meer waar. Hè. Niets is minder waar. Hè. Dus gaan we vanuit de vraag van de markt en of de klant gaan redeneren. En we nemen hem mee in ons verhaal, zodat het kenbaar wordt en dat hij het eigenlijk zoekt in het schap. Dat is goed dat we een product op de markt gaan zetten met die, denk ik, 6-7 punten. En ze moeten eigenlijk allemaal gevolgd worden, soms een keer in een andere volgorde, maar we moeten ze zeker meenemen. Wat er weer bij jullie? Ja.
Dus een klein beetje terug, grote Engelse woorden, drie letterwoorden, ik hou daar niet zo van, maar kan er eigenlijk ook niet meer van tussenuit. USP, unique selling, unique proposition. Ja, uiteraard is dat zo dat we daar fier over gaan zijn en dat we gaan zeggen dat onze ijscream met de beste room gemaakt is en dat we gaan zeggen dat het de lekkerste is en dat we gaan zeggen dat je eigenlijk een idioot bent dat je niet bij ons koopt. Maar het wordt afgezaagd. Heb je het nog nodig? Jawel. Maar we schakelen nu heel vaak over naar de unique buying reason. En dat is het unieke koopmotief. Komt eigenlijk allemaal van de Anglo-Saxische wereld, maar we nemen dat sowieso over. Hier vertrekken we niet vanuit het product. En de rationele productvoordelen, zoals ik zei, suiker, melk, goede boter, noem het maar op. Maar we vertrekken eigenlijk vanuit de klant en zijn emotionele koopmotieven. Er is geen niemand die objectief koopt. Altijd is relatief, wordt er relatief gekocht. Het UPS-verhaal alleen is voorbijgestreefd, maar het is een en-en verhaal. We hebben ons goede, echte, rationele voordeelpunten nodig, maar we moeten ook meenemen waarom een klant koopt en wat is zijn motief om het bij ons te kopen. Dus bij je UBR, op wat denken we dan aan onze selling points? Dan denken we, er schijnt vermogen, dat kan gaan van producten, maar dat kan ook gaan, spreek nu naar de klant, niet naar de gebruiker. Is mijn levertermijn beter? Wat is mijn expertise? Mijn grondstoffen? Mijn lokaal, mijn transparantie mogen we allemaal gebruiken en moeten we gebruiken, maar terug moeten we teruggaan naar de gebruiker en niet de koper. Waarom gaat die mens kopen? Of die, ja. Het is een en-en verhaal hoor. Ik geef ook wel toe dat het unieke koopmotief gemakkelijker te bepalen is naar de consument toe dan naar de B2B. Wat zorgt er wel voor dat je weet waar je bij de communicatie, ga ik naar de klant alleen of ga ik ook naar de gebruiker? En waar moet ik de nadruk op leggen om een product verkocht te krijgen en het te doen kopen? Het is een hele, hele moeilijke. Die UPS gaat, daar zijn we van overtuigd, we hebben een product gecreëerd, we hebben het gemaakt. Maar die UBR is een hele moeilijke en daar worstelen we allemaal mee, ik geef dat eerlijk toe, om die juiste koopmotieven daar te gaan hangen. Die emotionele koopmotieven te gaan bepalen. We kunnen natuurlijk niet zonder ook ons de vraag te stellen, wat doet onze concurrent? Dus nogmaals, we vertrekken in de marketing vanuit de markt. Dus en spijtig genoeg hebben we op de markt ook onze concurrenten die ook een stuk gaan bepalen als wij succesvol gaan zijn of niet. Daarom breng ik ze altijd in kaart. Ik maak eerst een overzicht van de producten, mijn producten, en dan gaan kijken welke producten zijn er van de concurrent nu al in het schap. En waar, bij wie zijn ze in het schap. Dat nemen we mee naar huis en dat kan ook, zelfs zoals we gaan doen met een paar mensen. Hier gaan we naar de winkel gaan, dan neem ik foto's, schrijf ik op, neem ik de prijzen mee. Soms wordt je wel een keer argwanend bekeken, maar meestal stel ik mezelf dat wel voor, voordat ik dat doe. Maar je kunt heel veel ook natuurlijk aan de hand van brochures gaan zoeken, klantinformatie. Internet is daar op vandaag. Desk research noemen we dat. Store checks. Dat zijn allemaal manieren om de concurrenten te gaan ook een gezicht te geven en te weten tegen wie vecht ik tussen aanhalingstekens. Maar je moet ze zeker maken hoor. En dan begint het werk pas en dan gaan we thuis een keer gaan kijken. Wat zijn nu de sterke punten eigenlijk van mijn concurrent? Wat komt er daar naar voor? Waarin is mijn concurrent onderscheidend? Waar ik dacht onderscheidend te zijn, waarin is mijn concurrent onderscheidend? En hoe kan ik daar op inspelen of verbeteren zelfs? Dus
wat zijn hun succesfactoren? Wat is hun variatie? Wat is hun prijs? Misschien is hun service anders, is hun verpakking anders. Dat is met marktonderzoek en concurrentieanalyse zijn eigenlijk twee grote pijlers van hoe ik de markt ga gaan bewerken. Komt er dus op neer, ja, de sterke en de zwakte punten van de concurrentie vast te stellen. En daarbij moet je dan ook gebruik maken en kijken en je aanbod aanpassen naar wat de markt vraagt. Ja. Ik zie met mijn twee schermen zitten in conflict blijkbaar. Wat ik nu al heel veel verteld heb, en dat zijn hier een paar voorbeelden van het verhaal en communicatie. Ik heb ze eigenlijk van de websites, denk ik, van Bij Jullie Houdt of Lokaal of POM, weet ik het. Maar mensen die het heel goed doen, die met een mooie belevingsfoto op een communicatie gaan. Hè. En ze gaan zich zeer sterk gaan zeggen wat ze juist gaan doen. Natuurlijk zijn dat die USP's, hè, maar ze zijn zo belangrijk in het lokaal gebeuren. Hè, zo bevindt de kweek en de productie zich op één plaats. Dat is wat vertrouwen heeft aan de klant. Dat is wat de mens verwacht van de korte keten. Ze zijn ook wel ver buiten Brugge gekend. Dus die mensen, die kennen ze niet persoonlijk. Maar die mensen gaan dus inderdaad ook niet meer alleen op de hoevenwinkel of in de eigen verkoopspunten gaan. Dus ze zijn ook breder aan het kijken. En dan kom je uiteraard in onze doelgroep terecht. Waar we ja, op vandaag toch allemaal moeten naar kijken, dat we niet alleen geografisch op één punt zitten. Ik heb ook de gekleurde potten gedaan, dus daar is hij onderscheidend in. Je ziet die van 3-4 meter op afstand, ga je zien dat dat een pot confituur van Yam Yam is, van het klanthuis. Dat is het onderscheiden dat we moeten gaan zoeken. Ja. En dan gaat hij inderdaad naar die USP's, die 20%, et cetera, et cetera. Mag je zeker een verhaal, moet je een verhaal meenemen? De unique buying reasons, dat is intern. Dat communiceren we niet. Of we proberen ze, als we ze weten, van erop in te spelen. En we vormen de UBR om naar een USP. Dat is een bedrijf dat ik ooit begeleid heb, die ook een heel mooi verhaal heeft. Frans en Bertha zet zich volledig in op de traditie. Dat is een verhaal, dat is een keuze. Met een heel mooi verhaal. De Frans is de grootvader van een van de aandeelhouders. Bertha is de grootmoeder van de andere. Is ook leuk voor de aandeelhouders zelf. Is voor hen ook een heel goed gevoel. Hè? Maar ze geven hun verhaal hier een echt persoonlijk gezicht. Hè? Er zijn er heel veel die Frans gekend hebben. Van Bertha weet ik het niet zo. Hè? Ik vind één nadeel dat ze het woord kwaliteit... Ik mag erover spreken, ik heb voor hen gewerkt, dus het woord kwaliteit is niet sterk genoeg. Dat zegt eigenlijk niks. Het woord kwaliteit zegt niets. Maar later geef ik daar toch wel wat meer uitleg over. Voorbeeld van een restaurant, die Mama Thai, kun je niet echt lokaal gaan noemen, maar ik wou het toch meenemen daar, omdat ze toch ook verder kijken naar de neus lang is en niet alleen op een restaurant gaan werken, hey, maar ook naar de retail gaan. De onafhankelijke retailer die Delft al versmarkt dan is. En daar ook heel ver in gaat. Hey. Zo dus assortimentbepaling. Ze linken ook hun QR-codes op de website aan elkaar. Hey. En die wil ook verder gaan, retaillocaties. Dus die wil ook gaan groeien. En doet dat op met één locatie nu. Maar de bedoeling is om 2, 3, 4, 5 winkels te gaan... aan bevoorraden met hun Mama Thai verhaal. Mogen we toch meenemen buiten de korte keten. Nu, die man is wel van de pannen, maar toch meenemen dat die korte keten niet alleen is voor misschien landbouwers, producenten, maar dat dat eigenlijk ook heel goed kan in een conceptverhaal vanuit de restaurantwereld. Ik heb er heel wat desk research gedaan en één sprong er bij mij uit het oog, uit Nederland. Een heel mooi verhaal over chips. Ik vind het heel uitgebreid. Ik ga er Geert, zeker... nog een keer moet nu uw slides verzetten hoor. Yep. Soms spreek je, ik weet niet wat dat doet, ik moet nieuwe pillen in steken.
Dat was dat Mama Thai verhaal. En dat was dat Frans en Bertha verhaal. Dus die heb je gezien, dat heb ik over verteld. Zie maar, ze communiceren dat ook heel, heel uitvoerig in de media. Hè. Dus nu zit ik op die boerderij chips uit Nederland. Ik heb het helemaal gelezen en doorgenomen. Ik vind het een heel mooi verhaal, maar het is heel uitgebreid, moet ik wel zeggen. Ik heb het zelfs voor de presentatie, denk ik, heel wat ingekort. Misschien naar de helft van gebracht. Maar ik denk dat we daar lessen kunnen uit leren hoe zij gaan communiceren en hoe zij met de korte keten dat verhaal mooi naar buiten brengen. Hè. Ze gaan experimenteren. Hè. Ze beschrijven dat ook helemaal. Hè. Dus de beste olie enzovoort. Niet alleen de kwaliteit. Hè. Vroeger ondenkbaar dat ze bij een Jumbo zelfstandige in Nederland aan de bak gingen komen. Dat was het Lees en alle andere soorten mensen. Het toont aan dus dat die markt daar zeker is. Dus ik zeg, het is een heel, heel uitgebreid verhaal. Ja, oké. Brengen is het supergoed hoor. Ze beschrijven eigenlijk hun stappen. Ze gaan experimenteren, ze gaan het bijzonder maken, ze gaan het in productie gaan tonen hoe ze doen. Dan gaan ze natuurlijk naar die clean label gaan verhaal gaan gebruiken als een verkoopsargument. Dat er niets meer aan toegevoegd is. Niets meer vind ik ook een moeilijk woord eigenlijk. Als er niks is, is er ook niks. Maar ze beschrijven het dan mooi, dat het behalve zout en peper, dat er niks anders bij zit. Ik heb zelfs nog nooit gehoord dat chips zonder zout ook te koop zijn, maar blijkbaar gaan ze dat. Dus, en wat doen ze dan ook nog heel goed? Ik zeg het, was waarschijnlijk 4 of 5, 6 pagina's lang. Ik heb het heel wat ingekort. Maar ze gaan er ook een persoonlijk verhaal aan geven. En dat moeten we in de korte keten zeker gaan meenemen. Dat het een persoonlijk verhaal is, dat er een gezicht is. En dat we duurzaam bezig zijn, het woord op vandaag. Wat ik heel mooi vond, is dat ze ook verder gaan zeggen, het persoonlijk, dat zelfs de naam van die niet inpakt of controleert op de verpakking komt te staan. Ik heb dat eigenlijk nog niet veel tegengekomen in mijn leven. Het is zeer ver, maar ik denk dat het goed is om het toch even mee te nemen. Ik heb er nog iemand van bij jullie genomen. Het verhaal is hier heel goed. En wat doet die mevrouw? Zij omschrijft haar kwaliteit heel mooi. Het is elke dag verse hoefijs. Elke dag. Er gaat niks verloren. De mestverwerking omschrijft ze. Bijna CO2-neutraal. Plus de samenwerking met, zoals ik in het begin zei, het ambachtelijke koffiehuis of de Houtlandse brouwers. Kort en duidelijk, heel veel, vind ik zelfs iets veel gevatter dan de chipsverhaal. Nu, dat zal ook wel Nederland tegenover de Vlamingen zijn waarschijnlijk. Maar in één slide heeft die mevrouw eigenlijk haar verhaal verteld, waar dat ze voor staat. Een gezicht, een verhaal en de kwaliteit omschrijft ze fantastisch goed. Dat waren een paar voorbeelden. Ik zou opnieuw een slide vooruit moeten doen. Ja. Oh, God, die springt precies altijd eruit. Ja, oké. Dat was die mevrouw van, ik denk dat ze ook van bij jullie komt, hij is boerderij Moerveld of zoiets. Ik denk dat dat wel gekend is bij jullie. Ik herhaal het om die slide als in de staat, dus het is een fantastisch mooi verhaal. Heel kort, krachtig geschreven. De essentie. Maar daarmee kan je aan de slag. Hè. Dus daarmee overtuig je je B2B-klant. En daarmee overtuig je je gebruiker, hè, je consument. Hè. En daar moeten we naartoe. Hè. Ik zie gelukkig al heel veel mooie voorbeelden bezig op vandaag. Waar we toch inspiratie kunnen gaan uithalen. Hoor. Ik heb er nog een keer lokaal. Naast de korte keten heb je dan ook nog lokaal, maar jullie weten dat heel goed. Hè? Waar dat bijvoorbeeld Delva ook
lokaal op de aardbeien en de kaas springt, maak je dan ook nog zelf een stuk en daar spring je uiteraard ook in mee, zijn beenham. Op vandaag, prachtig gedaan. Is het stuk duurder, ik ken dat verhaal, is een stuk duurder dan de ham dat je kunt kopen, maar is een succes, wordt verkocht, omdat het een gezicht heeft, omdat het lokaal is. Je kunt daar misschien nog verder gaan en het varken eraan gaan kleven, maar dat is natuurlijk... Daar komen we... Ik heb een heel stuk over het verhaal verteld, met enkele voorbeelden. Hoe het kan, hoe het moet, volgens mij, de scheiden mening. Dat is nogal statisch, omdat je dat schrijft. En dan kom je naar de communicatie. Waar ik altijd aangenaam verrast door ben. Als ik zo'n dingen zie, ik passeerde langs de winkel en ik zei, hello, is it meat you're looking for? Het was instant happiness voor mij. Dus dat is durven, hey. Lionel Richie gebruiken. Is it me you're looking for? En dan is it meat you're looking for? Dat kan heel simpel lijken, maar we moeten er maar op komen. En denk dat daar de communicatie mensen... Het zijn zeker professionelen die het daar doen. Als je zelf nu natuurlijk die creativiteit hebt, à la bonheur, zoveel te beter. Heel sterk vind ik daar ook, het wil ik mee aantonen, hoe dat we op de actualiteit moeten gaan inspelen. Hè. We hebben in Veurne, een Veurne-event, is het vaccinatiecentrum. Hij ligt daar ongeveer 500, 800 meter van. Heel zwaar ingezet op de communicatie daar. Als je een pikuurtje krijgt, krijg je van mij gratis een flesje fruitsap. Tussen zijn ze de winkel binnen en wordt er van alles meegekocht. De drempel is ook doorbroken. Ik heb het hem gevraagd. Een heel succesverhaal hoor. Ja. En dan mag je natuurlijk uit de ludieke kant, maar daarmee bedoel ik, we mogen niet te braaf zijn. We mogen daar gerust een keer out of the box aan gaan denken. Een keer durven. Hè. Als we ooit scheiden... Dan is dat zonder avocado, alleen dan word ik gelukkig, niet van het scheiden, maar van die quote word ik gelukkig. Hey, you take my breath away. En dat bedoel ik met durf een keer uit de normale communicatie van wij zijn de beste, wij zijn de mooiste, wij koop bij ons. Met zo'n baseline of one-liners zeg je in feite, samen met je verhaal, zeg je eigenlijk wat dat je moet doen. En wat dat de klant eigenlijk voor valt. Er zijn zo heel veel sterke merken en verhalen. Ik ga nu naar het merk toe. Omdat dat ook aan uw verhaal, aan uw communicatie hangt, heb je een merk voor nodig. Denk in de korte keten, ik ben er bijna van overtuigd, in lokaal en korte keten, dat we met ons eigen merk gaan en niet met de private label merk gaan. Dus dat geeft ons wel het voordeel dat we onze communicatie... En ons verhaal heel mooi kunnen brengen. Ik heb het hier gewoon. Ik ga eerst over de foto praten. Dat is een merk van pasta. Die hernoemt. En heeft daar zijn verpakking volledig op afgestemd. Dat vind ik fantastisch gevonden. Dat zie je in het schap. Zie je dat van 3-4 meter. Hè? Dat springt eruit tussen de Subri en tussen de, ik weet niet wat dat de andere merken al zijn, dat springt er zo uit. Hè. Is bijna 2 maal zo duur, hè. Maar verkoopt als een trein. Dus het gaat er hem over, de look and feel en verpakking moeten één zijn. Je look and feel van je verpakking moet ook je verhaal zijn van je bedrijf en moet ook je communicatie zijn. Het hangt allemaal aan elkaar, hoor. Je moet het doortrekken. Dan pas je consistent bezig. Aan wat moet een merk uiteraard voldoen? Het moet herkenbaar zijn. Noem maar de Pepsico's, noem maar de Marsen enzovoort. Dat moeten wij ook gaan creëren op lokaal vlak. Moeten we zeggen, kijk, ah, dat zijn de aardbeien. Dat is van die boer. Dat is de kaas van die kaasboer. Moeten we in één oog op slag kunnen weten. Het moet zeer herkenbaar zijn. En dan moet je verhaal doortrekken van je klant naar je medewerker. Zij moeten ook staan voor jouw waarden. Waar kunnen ze zich mee identificeren?
Dat er gezegd, de regel is als je in het schap ligt dat het merk, je verpakking, vanuit 3 meter ver moet het uit het oog springen, dat de mensen zich bij u zeggen, kijk, dat ken ik, dat herken ik, dat geeft mij vertrouwen, dat koop ik en daarvoor betaal ik mijn prijs. Het moet zeer consistent zijn, maar consistent wil eigenlijk niet in woord en beeld. Maar wil niet zeggen dat er alles exact moet hetzelfde uitzien. Dat zie je daar in dat verhaal van Heer, dat is zeer consistent, maar het is geen eenheidsworst. Dus als we met meerdere producten de markt op gaan, moeten we consistent zijn, moeten we de achterliggende boodschap brengen, dat het overal dezelfde look en feel is en het vertrouwen geeft. In any case, in de marketing, be different, zeggen ze. Ik heb het een paar keer gezegd, dus onderscheidend. Zorg dat je onderscheidt van de concurrent. En een merkverhaal is daar een heel goede mogelijkheid toe om je daar onderscheidend te gaan maken. Ga op zoek wat dat jouw bedrijf uniek maakt en deel ze met de wereld en maak dat je onderscheidendheid van de rest. Dan krijg je ook pas je meerwaarde en je waardeproposities, wat ik vandaag niet over ga gaan doorweiden of uitweiden. Dus, maar die moeten volledig van in je verhaal, in je communicatie, naar je verpakking, naar je merk, moet één geheel zijn. Consistent, niet eentonig. Wat in de korte keten vooral lokaal zeker is, en dat verhaal hebben jullie allemaal, is dat jullie authentiek zijn. Hè? Dus, dat is nu eigen aan jullie doelgroep en jullie verhaal, is dat je bent maar alleen, je bent authentiek. Er zijn er geen twee zoals jullie. Maar die moet je natuurlijk ook gaan communiceren. En moet je ook gaan waarmaken. Als je dat ook communiceert, moet je dat ook gaan waarmaken. Hè? Blijf dicht bij jezelf. Maak geen teloze beloftes. Hè? Authenticity is key, noemen ze dat. Sorry dat er af en toe keer Engelse woorden in zitten, maar ze komen allemaal van die landen naar hier overgewaaid. Hè? Dus nogmaals. Markt. Je moet je markt kennen, je moet authentiek zijn en je moet het doortrekken in je look en feel, in je verhaal en in je communicatie. Het is één geheel hoor. Het ene kan niet zonder het andere. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Ja. Dus ik wil dat toch wel een keer een beetje. Nu hebben we de leuke kant gedaan. Nu heb je iets van de minder leuke kant, vind ik. Dat op vandaag heel fel leeft en dat we er niet naast kunnen kijken. Zowel bij de F1 als F2. Het is een heel hot item. Ik ga het niet voorlezen. Ik heb daar de doelstellingen en ambitie van een grote Nederlandse retailer die ze mij doorgespeeld hebben opgezet. Dat zijn hun bedoelingen. Dat communiceren ze ook. 100% recycleerbare verpakkingen. Ik weet niet of dat haalbaar is. Maar nu, zij communiceren dat. Nu, waar ze zeker hard op inspelen, en dat is ook bij iedereen zo, en we zijn er ons ook wel een beetje van bewust, dat we minder verpakkingen nodig hebben. Vroeger is echt de slinger naar de andere kant overgeslaan. Dan gingen we 3 soorten, 4 soorten verpakkingen of plastic er rond gaan draaien. Dat is zeker niet nodig. En dat is een goede evolutie. Minder verpakkingen. Heel zeker mono-verpakkingen. Het is misschien iets theoretisch nu, maar het moet monoverhaal zijn, maar geen samengestelde verpakkingen meer zijn, omdat die niet recycleerbaar zijn. Maar dat trek je ook door, hé. Op productniveau. Primaire verpakking, dat kan uw zakje of uw schaaltje zijn, maar dat moet ook uw etiketje zijn en dat moet ook uw omkarton zijn. Hé. Altijd in monoverhaal gaan werken, niet met duoverhaal. Dus minder verpakking, maar ook betere verpakkingen. Hé. Dus meer recycleerbare verpakkingen, tot aan de stickers toe, liefst transparant. Zwart is ook recycleerbaar, is evenveel in polyprop of in CPET recycleerbaar. Maar ze hebben één probleem, dat het oog het niet detecteert in de hond. Dus springt iedereen nu naar die transparante monomateriaal. Die zijn goed te scheiden en goed te recycleren.
Wat dat er ook gebeurt, we spreken nu over recycleerbare verpakkingen. We gaan, dat is virgin verpakking noemen ze dat. Een maagdelijke verpakking, eerste verpakking. Wordt ook, kan ik gerecycleerde verpakking al kopen? Jawel. En dat gaat tussen van 40% gerecycleerd materiaal tot aan 100% gerecycleerd materiaal. Zijn iets fragieler, let er mee op. Zeker als geen koeling of in diepvries gaat, zijn ze iets fragieler. En ook duurder. De vraag is, zijn we ook niet aan het overdrijven? We weten dat de retail, ik wil daar toch een kanttekening op maken, dat de retail op vandaag heel sterk heb overlangs een boek gekregen van de Lidl. Ik denk dat het 40 pagina's was over verpakking. Hey, wat wel mocht, wat niet mocht, et cetera. Ik weet niet of ze er zo wakker van liggen, maar het is de perceptie en ze zullen het fantastisch goed gebruiken naar de eindconsument toe. Planttekening nummer 2 dat ik er moet in maken. Geen plastic, zeggen ze op vandaag. Bij voeding is plastic niet noodzakelijk slecht, toch soms niet te vermijden. Het beschermt toch enorm goed kwetsbare producten, zeker tegen beschadiging. Ook transport is iets heel veel beter beschermd. Geen vervuiling, geen vochtigheid die erin kan. Je kunt het behassen. We kunnen niet 100% plastic uitschakelen, dus daar moeten we dat evenwicht gaan zoeken. Hè. We weten dat er verschillende soorten plastieken zijn, wat dat je, zoals ik al zei, een CPET, een polyprop, etc. Die toch de beste bescherming geven naar voedselveiligheid, wat dat ook niet mag vergeten worden. Hè. Het is flexibel, enorm goed hittebestendig. Zonder plastic is het heel moeilijk, maar weet dat je de goede plastic moet gaan gebruiken. Meer, dat is een voorbeeld bijvoorbeeld van Plus, die dat ook communiceert. Hé. Wat graag, liever niet en zeker niet. Allemaal met doelstellingen tegen 2025, die heel ambitieus zijn. Dat vorige week nog een discussie, of 2 weken geleden een discussie met Gent, zeg, allemaal goed en wel. Wie gaat dat allemaal betalen? En dan komt de kat op de koord natuurlijk. Ja. Het is een moeilijk verhaal hoor. De perceptie is het, ze communiceren het graag. Het prijskaartje die eraan hangt, daar zijn we nog niet uit. Lidl, dichter bij huis, komt uit hun boek dat ik gekregen heb vandaag, is Samen tegen verspilling. Ik hoop dat het samen is, ook met de producent, ja, maar ook met hen. En dan worden uiteraard heel die mooie verhalen, 7 voetbalvelden plastic bespaard, 100 olifanten zoals Greenyard denk ik schrijft, bespaard. Nee, 15.000 kilo, 13.000 kilo, heel mooi. Wat ik wel goed gevonden was, ik weet niet als het praktisch is, de gratis herbruikbare yoghurtdeksel. Geef het maar mee, omdat ze daar, en het ook doorspeelt naar onze doelgroep, de lokale winkelier of B2B retailer. Wees ook dat het vraag ook wel een heel stuk van de consument komt. Heel, heel alert zijn op die verpakking ook vandaag. Ik geef het als voorbeeld mee, Jumbo. En vroeger in een plastic schaal, nu gewoon in een plastic zak gehakt. Als dat het beste is, maar oké. Okay. Het is wat het is. En komen ze graag mee uit. 100.000 kilo's plastic per jaar wordt er bespaard. Is dat meetbaar? Ik weet het niet, ik vermoed van niet, maar het wordt toch gecommuniceerd. Vond ik een hele goede gevonden. Vernuftig deksel met blijkbaar kanaaltjes opzij die het vocht afvoert. Oké, okay, fijn gevonden voor mij, maar en dan terug dat verhaal. De productomzet is gestegen met 60%. Zou dat daar alleen komen? Ik heb er mijn twijfels over, maar oké, okay, het is er. En zoveel duizenden kilo's bespaard. Hè. Ik wil het gewoon meegeven dat van groot naar klein, naar consument, ik bedoel groot en klein niet pejoratief of beter dan het ander, maar naar consument daar heel veel beter mee is. We willen er toch één kanttekening bij maken ook. Als alles karton moest zijn, verwacht ik toch binnen 2-3 jaar dat er actiegroepen gaan op,
optreden voor te zeggen, ja, maar ja, jullie kappen te veel bomen. Wat gaan we er nu mee doen? Dus het is een slingerbeweging. Daar moeten we zeer alert voor zijn. Ja. Een van mijn stokpaardjes, ik heb een paar keer tegen Tijl ook gezegd, is kwaliteit. Ik krijg er echt moeilijk als ik het woord kwaliteit alleen zie. Dus voor mij een van de meest misbruikte termen die er dan ook maar bestaat. Hè. Want kwaliteit is een relatief begrip. Het moet objectief meetbaar zijn, anders is het woord kwaliteit niets waard in de communicatie. Kwaliteit is een term die te pas en te onpas wordt gebruikt. Het woord kwaliteit op zich zegt niks. Sorry. Ja. Ja. Ik zag hem verspringen nu. Ja. Kwaliteit is... Hey. Hij springt mee met mij, Tijl, dat zie ik. Ja. Nee. Kwaliteit is een echt relatief begrip. Je kunt er alle kanten mee op. Het krijgt alleen maar waarde wanneer dat je kunt onderbouwen. Het is nogal logisch dat je zegt dat de kwaliteit goed is of beter dan een concurrent. Maar dat heeft geen waarde voor de klantgebruiker. Het moet 100%, zo die mogelijk naar 100%, objectief meetbaar zijn. Als je kwaliteit gaat zien als een objectief criterium, dan moet je het ook meten. En een objectieve maatstaf levert een waardevolle bijdrage. Maar anders is het niks waard. Het woord kwaliteit. Omschrijf je kwaliteit. Bijvoorbeeld, mijn kaas wordt gemaakt met dagverse melk van de eigen boerderij. Dat is een kwaliteit, dat weten we. Maar je moet die omschrijven. Maar niet, mijn kaas is een goede kwaliteit. Dat zegt gewoon niets. Nu dat ik ook gewonnen heb, onze aardbeien zijn helder rood, stevig en glanzend fris. Dat zegt toch veel meer. Hè? En dan gaan ze nog iets verder zelfs. Hè? Aardbeien leveren weinig calorieën en zijn rijk aan vitamine C. Zo levert 100 gram aardbeien de helft van de benodigde dagdosis vitamine. Daar heb je in drie zinnen handse kwaliteit vertaald. Met een uitleg die herkenbaar is en die onderbouwd is. Dat kun je weer leggen, dat kun je onderbouwen. Zelfs naar de retail toe worden, als wij gaan zeggen het is de beste kwaliteit dat we hebben, zij geloven ons sowieso niet meer, we moeten het onderbouwen. En ze verlangen eigenlijk nu al heel wat meer dat we onafhankelijke testen gaan meeleveren, die door VG Sensory bijvoorbeeld in Deinzen worden gedaan of Normec. Waar dat we de vier producten naast elkaar gaan leggen, waarvan één van de onze. En zij gaan daar gaan een testing gaan opdoen tussen de 100 mensen ongeveer. En zij bepalen dat. Komen ze er niet goed uit? Geen kans. Dus moeten we heel zeker zijn als we met kwaliteit verder gaan. Hè. Een van mijn stokpaardjes hoor, kwaliteit. Wat je zegt, prijs in de marketing is wat wil de klant ervoor betalen. Je kunt er natuurlijk niet van onderuit dat we ook een kostprijs nodig hebben, die dan ook een stuk gaat vloeien naar een verkoopprijs. Er zijn er twee manieren, er zijn geen manieren en iedere manier is goed voor mij. Directe en indirecte kosten, vaste en variabele kosten. Nu, je directe kosten, dat is denk ik nogal logisch. Hè? Dat is je grondstof, je verpakking, je loon van je arbeiders. Alles die direct toewijsbaar is aan dat product. Maar vergeet zeker niet ook rekening te houden, en dat gebeurt vaak, dat je ook in je productie, als je iets produceert, afval hebt. Dat je in je verpakking afval hebt. Dat niet ieder stuk van de kaas of van de melk geproduceerd wordt naar kaas. En er is een hangbare percentage. Tussen de 3% en 5% wordt altijd bijgerekend bij je grondstof om je waste, om je afval eigenlijk. En je verpakking om die te gaan coveren. Anders kan je rare dingen tegenkomen. Indirecte kosten is nogal logisch. Het is wat dat je niet direct toewijsbaar is. Zoals telefoonkosten, verzekeringen, boekhouding, salaris, indirect personeel, uw administratief, uw eigen salaris. Je doet veel meer dan alleen maar aan dat product gaan werken. Er zijn twee indelingen, direct en indirecte kosten, die heel, heel vlot toewijsbaar zijn.
Vast en variabele is een andere indeling die een beetje hetzelfde is. Vandaag gaan we... We hebben zelf nu al vaste kosten die indirect zijn en vaste kosten die direct zijn of directe kosten die vast zijn. Ik ga het u besparen. Voor mij is het goed zolang alles meegenomen wordt en dat het consistent is. Je verandert uw kostprijsberekening niet gedurende het jaar. Omdat je dan geen enkel punt van vergelijking meer hebt. En dat je zelf, naarmate u wilt dat je een klant binnenhaalt, dat je kostprijs gaat gaan aanpassen. No way. Nooit doen. Je mag je verkoopprijs aanpassen, maar je mag je kostprijs niet aanpassen. Wat ik daar ook wel meegeven is, maak een voorcalculatie, wat denk je dat kost, maar maak ook een keer een nakalculatie. Dan heb ik het nu eigenlijk wel juist ingeschat. En voor mij mag je dat konometreren met de chronometer en gaan wegen en doen. Om de zoveel tijd zou ik zeker een nakalculatie gaan doen, die ook de basis is voor je volgende berekening. Dan komen we vloeiend uit de kostprijs, gaan we naar onze verkoopprijs toe. Moet dan nog sneller doorgaan, maar het is een heel verhaal. Allee, 2 uur is heel kort om heel de cyclus van marketing en prijs te gaan bepalen. Maar ik geef ze zeker graag mee. De marge bij de retail op vandaag, wat ik zie, is tussen de 35 en de 50%. Hangt een beetje af van het ultravers naar het langere houdbaar. Daar spelen ze mee. In diepvries zou je naar een 33% kunnen gaan. Ik heb het hier op vers gehouden. De ultravers is 50% omdat ze waste hebben. De chilled kan naar 35% gaan. Hoe bepalen we nu onze verkoopprijs? Je hebt er 3 manieren in en die moeten volgens mij, zeker 1 en 2, toch gelieerd worden. Hè. Er zijn nogal wat bedrijven die enkel op de kost-plus-methode werken. Zeggen, het kost mij 10 euro, ik heb 2 euro nodig, denk ik, in marge. Dus ga ik het verkopen aan 12. Als je marge genoeg creëert, is dat goed. Het stelt je winstmarge centraal. Niks verkeerd mee. Alle kosten die aan het product zijn verbonden, zijn voor mij toegewezen in dat geval, direct en indirect, ja. Maar ik heb daar 1 bedenking bij, is ook, leef je niet te veel in je ivoren toren, dat je alleen de kost-plus-methode is, houdt geen rekening mee met de markt, hè? En met je concurrent. En wat wil de klant ervoor betalen? Dus heb je in prijszetting 2 de concurrentie-methode, dat wij dat gaan noemen, hè? Dat alleen maar rekening houdt met de concurrentie, die zegt, ja, kijk, zij verkopen aan 10, ik ga dan 9 verkopen. Een paar jaar terug was dat Gering en Inslag. Weet ook, als je dan niet goed beheert, dat er drama's zich kunnen voltrekken, omdat je nu niet bewust bent van je kost. Hè. Maar het kan. Het wordt gebruikt om een markt te nemen. Concurrentiemethode, we gaan erin. Wordt als een investering gedaan. Ja. Nu, laat je je permanent leiden door de prijs van concurrentie en je prijsbeleid, dan denk ik dat je toch grote kans gaan maken dat je financieel drama tegenkomt of toch geen goede resultaten gaat hebben. Dat is toch de bedoeling niet. Daarom is 1 en 2 voor mij eigenlijk wordt samengenomen. Ben ik maar conform, maar verdien ik er ook nog iets aan wat toch nog altijd de bedoeling is. Dan in prijs, ik geef het u mee, de waardemethode. Dat kan je doen als de vraag groter is dan het aanbod. In voeding is dat heel zelden het geval. Daar staat de klant centraal, wat wil de klant betalen? En daar ga ik aan die prijs gaan de markt in gaan. Het kan. Ik gebruik het niet veel. Ik ben nog een grote liefhebber van de kost plus en de concurrentiemethode en niet to match. Er bestaan ook veel formules in winstmargeberekening, maar op verkoop is er eigenlijk maar 1 die juist is. En dat is verkoopprijs min inkoopprijs gedeeld door je verkoopprijs. Dan heb je je marge in percentages. Heel belangrijke percentagemarge te weten, maar voor mij nog minimum even belangrijk hoeveel euro's heb ik in mijn portefeuille op het einde van de dag. Dus marge in percentages zegt veel en niet veel. Ik ben een grote voorstander van om met een vaste basisprijs te werken, in verkoopprijs. En enkele kortingen te verkopen, ik kom daarop terug.
Als je je basisprijs laat zakken, krijg je die heel moeilijk nog terug naar omhoog. Dus ga ik veel liever in verkoopprijs. Dat is mijn basis. Maar we kunnen acties afspreken, we kunnen groeibonus afspreken, we kunnen volumekorting afspreken. Maar je basis blijft altijd hetzelfde. Een keer dat je die zakt, is het zeer moeilijk om die terug omhoog te krijgen. Plus, als je basisprijs zakt en je moet verhogen in prijs, wordt de gap te groot om het in één keer te doen. En ga je in feite miserie hebben om het terug te gaan overbruggen. Dus basisprijs voor mij, dat is mijn prijs dat ik nodig heb. Ben bereid om een inspanning te doen. En die spreek je gewoon af. En die is ook maar tijdelijk. Of als je bijvoorbeeld in bonus gaat, is je verkoop al gerealiseerd geweest. Je hebt die al binnen. Je hebt eigenlijk nog niks weggegeven voordat je iets verdiend hebt. Vandaag, zoals ik al aanhaalde, zijn de prijsverhogingen, schering en inslag. Zoals ik zei, 25% op verpakkingen en kartonnen, etc. Ik zou ze doorrekenen. In voeding is een van de enigste momenten waar je eigenlijk relatief vlot een prijsverhoging, dat je communiceert als prijsaanpassing, by the way. Prijsgrondstofprijsverhogingen kun je eigenlijk relatief gemakkelijk doorrekenen omdat ze onderbouwd zijn en dat de concurrent dat ook doet. Dus het niet doorrekenen vandaag van de meerkost is eigenlijk je plicht. Het is een uitgelezen kans en een plicht om het te doen. Ga altijd onderbouwd te werk. Geen losse flodders insteken. Wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld zeggen, kijk, ik moet 2 euro verhogen per kilo, maar ik ga nu 1 euro verhogen en binnen 3 maanden nog 1 euro verhogen. Dat zijn dingen die dat heel wat verteerbaarder maken en waar je ook heel veel meer op begrip kunt rekenen van je klant. Weet ook zeker dat hij het ook weet dat de prijzen stijgen, want hij hoort het van zijn andere leveranciers, hoort hij het ook. En word je eigenlijk, als je het niet doet, eigenlijk niet echt zijn volle voor serieus aangenomen. Dus we hebben gezegd hoe de verkoopprijs te gaan bepalen, in welke 3 methodes het kan. Maar dan moet je die natuurlijk ook gaan onderhandelen. Heel veel verkopers, en dat is dan het verschil tussen verkoop en key accounting dat we gaan zeggen. Heel veel verkopers, zoals ik nu een beetje ben aan het doorrammen. De goede vageur moet een goede babbelaar zijn, zijn ze vroeger altijd. Dat is voor een stuk zo, maar natuurlijk niet zwaar introvert zijn. Maar als je niet kunt luisteren, ben je eigenlijk geen goede verkoper. Ben je niet goed aan het onderhandelen, want je bent eigenlijk totaal naast de kwestie aan het praten. Het zou gerust kunnen zijn dat die man waar jij over vertelt, uw USP's terugkeert, daar totaal niet geïnteresseerd is. Daarom moeten we zijn koopmotief kennen. Zie, het is altijd een cirkel hoor. Het hangt allemaal aan elkaar. Daarom kon ik er ook geen stuk uittrekken vandaag. Dus eerst luisteren. Doorvragen mag, hè, jongens, mensen, jongens en meisjes, heren en dames. En die hou je mee en die benadruk je later in gesprek. En je spreekt alleen over de zaken die je in de bevraging uitgehaald hebt die voor je klant interessant zijn. De rest is ballast, hè. Dus alleen de voordelen noemen waarmee de klant er iets aan geeft. Laat al de rest achterwege. Hè? Dus we weten alles over onze eigen producten. Maar de USP is daar terug. Hè? En we willen ze benadrukken. Maar eerst moeten we zijn behoeften weten. En moeten we ze bevragen. En daar kunnen we dan heel gericht onze prijs gaan onderhandelen. Door als we niet bevragen, gaan we aannames nemen en we walsen eigenlijk over de wensen van de klant heen. En we zijn, die voelt zich niet gewaardeerd en die is weg. Hé. Je verliest alle aandacht hierbij. Ja, dus spreek je prijs zo laat mogelijk voor mij in uw onderhandeling. Eerst overtuigen. Ja. Maar wees ook duidelijk. Niet bang zijn om uw prijs te zeggen. Ja. Geloof erin, als je al begint twijfelen. Ja, de uw tegenpartij aan de andere kant van de tafel, die voelt dat.
Er zijn een paar technieken dat je leert in verkoopgesprekken. Hey, als je prijsheid spreekt, ja, niet een korte pauze te houden, dan gaat er vlot door. Je mag het niet laten nadenken. Hey. Als je met een goed product komt en je kunt het onderbouwen, je prijs, dan ga je naar alle waarschijnlijkheid wel je prijs krijgen. Maar weet dat een aankoper aan de andere kant ook zijn job moet doen en dat zelfs als je heel laag gaat, proberen een korting te krijgen. Hè. Houd daar rekening mee. Hè. Er zijn dan methodes voor, salamitechnieken enzovoort, noemen ze dat, maar dat is ons te ver liggen. Maar maak, als je een prijs zegt, herhaal ook altijd wat de klant ervoor gaat krijgen. Niet zomaar een prijs lanceren, als ik kijk, mijn product kost 10 euro, en daarvoor en daar, dat zijn mijn, dat ga ik leveren, dat ga ik doen, hè, dat ga ik 3 keer per week aanleveren, et cetera. Herhaal dit. Ja. En uiteraard moet je de prijs van een concurrent kennen. Hè. Uiteraard. Heel veel voorkomend, wat je hoort bij verkopers, we zijn te duur. Te duur bestaat niet voor mij. Hè. Bij wat zijn we te duur? Plus ook als de klant zegt, je bent te duur, heeft hij nog niet gezegd dat hij het niet wil kopen. Hè. Dat is een heel belangrijk, dat je moet meenemen. Veel inkopers van supermarkten zijn zo geschoold of zo gekweekt, zou zeggen, op alles te duur. En dan moet je gaan doorvragen. Waarom vind je het te duur? In verhouding tot wat is het te duur? Met wat vergelijk je mij? Dan kun je gaan kijken en onderzoeken met wat dat de klant eigenlijk jouw prijs gaat vergelijken. Je hebt gelijk, je kunt toch rustig ook zeggen, mijn prijs is iets duurder dan, ik leg iets aan de hogere kanten dan andere. Hè. Maar mag ik je uitleggen waarom? Het zijn allemaal vragen dat je kunt meegeven. Hè. En krijg je nu de kans om je voordelen extra in de kijker te zetten. Als je dan je prijs te duur zo'n beetje omwaal start, en je wil nog niet kopen, dan ga je erin zeggen, ja, kijk, mijn prijs heb ik uitgelegd. Ik zie dat je er niet negatief tegenover staat, zelfs dat je er positief tegenover staat. Hè. Waarom koop je die? Wat weerhoudt u nog meer? Het zou kunnen zijn dat hij 4 keer per week wil beleverd worden, en et cetera. Dat komt, als je dat niet weet in je bevraging, kunt je daar dan nog een keer gaan nemen. Hè. Nee, dan vraag je, wat is naast mijn prijs belangrijk? Hè. Dan kan hij zelf zeggen, ja, ik wil dat het 's morgens om 6 uur levert. Hm? En dat gaat misschien meer doorslag geven dan de laatste cent. Hè. Als je er nog niet door geraakt, kun je eigenlijk ook gaan kijken. Hè. Als je zegt, je bent te duur, hé, je concurrent is goedkoper, dan durf ik gerust de winkel in gaan en zeggen, kijk, ga ik die 2 potjes naast elkaar zetten, of die 2 kazen vergelijken, of die 2 hammen vergelijken. Hé, wat zit erin, et cetera. Mag gerust doen, dan zie je, dan toe je de klant ook dat je erbij betrokken bent en dat je uiteraard je product en die product van de concurrentie kent. Je kunt ze samen bekijken, dat is heel, heel wat gemakkelijker als je dan ter plaatse bent. Mag gerust samen hand in hand te winkelen. Hè. Zeker wie. Ik heb al iets gezegd over kortingen. Hou je basisprijs voor mij. Altijd. Die laat je niet zakken. Of liefst niet zakken. Hè. En een korting geef je niet weg. Want een korting verkoop je. Voor wat hoort wat. Hè. Een tijdelijke korting of een promo. Is enkel en alleen als je in ideale wereld de bevestiging krijgt dat er meer gaat van verkocht worden. Als er niet meer verkocht zal worden, heeft het geen enkele zin van een korting toe te staan, want die komt rechtstreeks uit je portefeuille. Dus in de plaats van een korting, als er geen meerwaarde, geen meer verkoopt in staat, heb ik heel, heel weinig zin om daar iets voor te doen, want dan is pure marge dat je weggeeft. Hè. Maar in plaats van een korting, dat marge kun je ook iets weggeven. Hè. Kun je zeggen, bij de volgende aankoop ga ik een korting doen. Vandaag kan het niet, maar ik wil wel de volgende keer dat doen. Hey, met terug een meer verkoop. Hè. Dus, maar je moet, dan heb je de huidige verkoop aan de volle pot en de volgende heb je aan iets mindere marge, maar je verkoop gaat meer zijn. Dan is 1 plus 1 terug 3 daar. Hè. Wel altijd zeggen, kijk, ik wil het doen, maar ik moet
blijf het eraan, er moet een win-win voor beide zijn en een wederinspanning van de klant vragen. Het bekende voor wat hoort wat principe. Nee, je geeft niet zomaar iets weg. Je verlangt er iets voor terug. Dat is voor mij wat minimum belangrijk is in een tijdelijke korting of promo. Zeker een tijd gebonden, goed af te spreken. Dan heb je nog, zoals ik al aanhaalde, einde jaar en of volumekorting. Daar maak ik heel vlot staffels voor op, samen met de klant, hè. Bij verschillende doelstellingen. Hè. Als je zoveel haalt, dan kunnen we daar korting af, kunnen we daar een eindejaarskorting voor geven, of een volumekorting voor geven. Hier is het voordeel, tegenover de tijdelijke promo, is dat de verkoper iets gerealiseerd is. Hè. Dus je geeft, heb het al binnen. Hè. Houd er wel rekening mee gedurende het jaar. Dat je dat niet zomaar... Ik provisioneer dat altijd. Zet dat aan de kant op een andere rekening. Dat je op het einde jaar geen verrassingen krijgt. Maar je geeft wel een incentive aan je klant om meer te gaan, intensiever met uw product bezig te zijn en misschien uw product iets meer in de kijker te zetten dan van de concurrent. Mijn grootste favoriet is de groeibonus. Niet alleen het volume of eindejaarskorting. Hoe meer de klant verkoopt, hoe meer dat ervoor beloond wordt, nog meer dan in het vorige. Hè. Het is een aangroei, aanwas noemen ze dat ook, een aangroeibonus, waar dat percentage meestal hoger ligt. Ik heb vandaag voor 100, dit jaar voor 100.000 verkocht, of 20.000 verkocht. Hey, als ik groei naar 120, krijg ik op de 20 een korting, niet op de 120 een korting. Dus, maar de percentages liggen hoger. Maar weet dat in jaar 2 uw start al 120 is en dan moet je terug naar 20 erbij doen, bij manier van spreken. Dan heb je in 2 jaar 40% gehaald. Wat je niet altijd kunt zien in een eindejaar of een volumekorting, omdat het ook wel een gewoonte wordt. De groeibonus is de meest interactieve. En je krijgt enkel alleen maar korting op de aangroei. Weet dat je daar met 20% niet gaat gaan, dat het wel zwaar een incentive moet zijn. Dat vind ik een hele mooi. En de actieve klant gaat er graag mee aan de slag, hoor. Dus ik ga hier denk ik niet veel verder meer over gaan. Waarom je wel wilt kopen. Ik heb dat in het begin al aanhaald. Ik heb er 3 uitgelegd. Ik richt er een zekere status mee. Ik koop lokaal. Ik ben bewust. Ik ben duurzaam bezig. Ik ben mij bewust van mijn omgeving. Niet onderschatten. De behoefte is er, dat hebben we bepaald. En ik kan er ook geld mee. Wat is in het voor mij verhaal? Dus wat breng ik hem? Wat zijn zijn redenen? Alles komt terug. Maar mag je in je onderhandelingspositie gerust meenemen? Ik lever het u aan 10, hij kan het 14 verkopen. Ik breng u 4 euro marge. Ga je heel vaak het te duur kunnen counteren. Ik zie dat we in tijd dat ik iets vlug moet gaan tellen, denk ik. Promotie. Er is nog wat tijd. Dus, Ja, oké, dank u. De vierde P van de 4 P's van de marketingmix is promotie. Ik heb ze opgesplitst in 3 delen, omdat reclame en promotie niet eigenlijk hetzelfde is. Wordt heel vaak door elkaar gebruikt, maar het is het eigenlijk niet in de marketingbenadering. Dus reclame gaat eigenlijk over het meer en meer over het productbeleid, het prijsbeleid en het distributiebeleid. En het productbeleid, wat doe je met reclame? Je brengt gewoon je klant op de hoogte. Dat is gewoon communiceren dat er een nieuw product aankomt. Het zaaien bijvoorbeeld kan ook een soort reclame zijn, zoals ik daar zei. Ja. En je maakt de klant bewust van wat dat, waar dat je voor staat. Prijsbeleid, je brengt de klant op de hoogte van prijsveranderingen die kunnen komen door prijsveranderingen, bedoel hier hoofdzakelijk mee naar beneden, hoor. Door speciale aanbiedingen, een introductiekorting, een uitverkoopprijs, einde gamma, noem maar op. Dat wordt als reclame beschouwd, dat is geen promo. Ja.
Pas op, je kunt ook een hoge prijs communiceren. Nee, soms wordt het gezien als een teken van kwaliteit. Om te zeggen, kijk, wij verkopen het aan zoveel, maar daar krijg je doorvoer. Dat is reclame, dat is eigenlijk puur een communicatie. Promotie is eigenlijk een verkoopsbevordering. Ik wil nog wel terugkeren op reclame- en distributiebeleid. Je hebt daar twee manieren om daarmee om te gaan. De pull- en de push-strategie. De pull-strategie is eigenlijk richt je via de reclame tot de eindklant, tot de gebruiker. Wat wij vandaag niet in B2C gaan doen, maar B2B moeten we ook de eindklant, de gebruiker meenemen in reclame. En daar ga je in feite uw space, uw productbeleid gaan benadrukken. En schakelen we in feite in onze reclame onze klant B2B uit. Maar we creëren daardoor de vraag. Hè? Hier is het verschil, klantgebruiker komt hier heel fel aan bod. Is een beetje de slappe koord, daar moeten we echt niet opletten, maar mogen doen, denk ik. En je creëert als het ware, als de winkel, de retailer, de lokale retailer, de vraag krijgt van de klant. Ja, ik heb dat gezien of gehoord, ik zou dat willen kopen. Wees er zeker van dat hij je opbelt en dan zegt, ja kijk, ik heb hier al twee keer die vraag gekregen, kun je niet afkomen? Het is een heel andere entree dan dat je zelf prospectie gaat gaan doen. Je wordt gevraagd, dat is de pull-strategie, je trekt het door het kanaal. De pull-strategie is de klassieker, de tussenhandel. Gaan we gaan bestoken met vroeger folders en noem maar op, vandaag ook social media en online. En campagnes, promovoorstellingen en zo verder. Als we kunnen de pool doen, is het de ideale. Maar ze werken samen. Ja. Maar weet dat het ook bestaat, dat je in feite je eindgebruiker kunt ook gaan bewerken. Ja. Dus promo is echt puur verkoopsbevordering. Dat is iets anders dan reclame. Dat is een tijdelijke verbetering van de prijs-waardeverhouding, noemen wij dat. En een tijdelijk prijsvoordeel, bijvoorbeeld een korting. Of een verhoging van waarde, kan ook zijn 10% gratis. Dat is ook een promo. En met als doel uiteraard op zeer korte termijn je omzet te gaan verhogen. En hopelijk na de promo ook een uplift te krijgen van meer mensen kennen mijn product. Dus krijg ik een uplift in mijn klassieke niet promotionele tijden, gaat zo zeggen, door die promo verkoop ik meer, word ik meer bekend en zo verder. Dus heel moeilijk te berekenen, maar hou er zeker rekening mee. Ja. Wat is, dat kan allerhande zijn, kortingen zoals ik het al zei, maar dat kan ook door displays zijn, stalen weggeven, goodie bags, noem maar op, waardebonnen, beurzen, niet vergeten. Ja. Zeker in B2B. De huisbeurs of de opendeurdagen van uw klant. Wees aanwezig met een standje, laat proeven. Onschatbare waarde. Soms niet leuk om te doen, maar stik er tijd in. Direct, je leert uw eindklant ook kennen, heel direct. En uw eindgebruiker kennen, heel direct. En uw klant is super tevreden dat er animo is in zijn winkel. Dan heb je uiteraard de persoonlijke verkoop. Dat is puur de sales dan. Die persoonlijk contact legt. Ja. Uiteraard. Wat ik nog wel meegeven, het on- en offline verhaal. Ik heb het al een paar keer gezegd. Doe het zelf. Als het kunt, zoveel te beter. Maar weet dat het een stil apart geworden is. Ik heb het verteld. Facebook of LinkedIn. Ieder 2 uur, de factuur van 2,5 uur of zoiets. Plus mijn pixels stonden niet goed, die zoekfuncties stonden niet goed. Het was geld te vuilbakken. Als het kunt, goed. Maar er is wekelijks, zij zeggen Instagram 2 maal per week posten, Facebook 1 maal per week posten, LinkedIn 1 maal per maand of 1 maal per 14 dagen posten. Als je daar niemand voor hebt, of je kunt dat niet zelf 100%, dan gaat dat met een tijd afzwakken. En is al je energie die je erin gestopt hebt eigenlijk verloren geweest. En dat waren zonden. Ik durf het voorstellen om met iemand in zee te gaan die het goed en degelijk en betaalbaar doet. Die zijn er.
natuurlijk de hele grote bureaus zou ik niet gaan aannemen. Lokaal zijn er toch een paar die daar wel goed werk leveren. En betaalbaar. Zij kennen die... iedere dag is er wel iets te doen. We kennen vadertjesdag, moedertjesdag. En aanverwanten. Nu, er is de muffindag. Er is de lokaal... Ik weet niet welke dag. Iedere dag is er iets. Dus zij spelen daar heel op in. Dat noemt de inhaakkalender. Ik denk dat het een job apart... Ik ben zeker dat het een job apart geworden is. De vraag is... Ik zou er meer in investeren. Maar... De vraag is, ja, zijn jullie daartoe bereid of ik kan het zelf? Goed voor mij, maar continu, continu, continu. Hè. Dan kom ik aan de laatste, is distributie. We spreken, zoals ik in de marketing spreek, over de 4 P's, spreken we hier over de 5 J's. Dat zijn de dingen dat je sowieso moet halen. Geleverd tegen de juiste prijs, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste hoedanigheid. Hele boterham. Maar het is belangrijk, verkeerd aanleveren, niet op het juiste moment aanleveren, etc. Trammeland, miserie, ontevreden klanten. Nee, verkopen met als gevolg. Ja. Goud waard. Simpel, maar niet zo evident. Maar zeker, zeker de nodige aandacht. Hè. Zoals we in onze onderhandelingen ook al zeiden, maak duidelijke afspraken. Hè. Levertijd van A naar B of naar C. Hoeveel keer moet ik per week komen? Hè. Wat zijn uw aanleveringsuren? Kan ik om 6 uur? Of is het alleen maar de dinsdag en de donderdag? Minimum hoeveelheden, dat zit ook in uw algemene voorwaarden, maar in distributie zeker van belang. Hoeveel kost mijn drop naar de winkel? Hè. In de korte keten, ik hoop van niet, maar het kan een knelpunt worden, of al zijn. Hè. En daar zou ik er nadenken over, doen we alles zelf? Of kunnen we met de collega samenleveren? Of, ja. Of zijn er platformen of coöperatieven die daarmee bezig zijn? Allee, bij mijn onderzoek kwam ik heel in Nederland, slaat er mij bijna rond uw oren met dit soort platformen en samenwerkingen. Ik denk dat we daar nog een stukje vanaf zijn, maar ik hoop dat het opgelost wordt, want dat kan inderdaad wel een knelpunt worden. Dat je niet iedere dag met een paar kilo kaas, een paar kilo ijs, liter ijs, 2 bakjes aardbeien of 2 plateaus aardbeien naar de verschillende supermarkten in de streek moet rijden. Ik denk dat dat anders een moeilijk verhaal wordt. Zeker, zeker een knelpunt aandachtspunt, ik ga het zo zeggen. Dus je product lokaal in de supermarkt krijgen is een distributiemodel dat zeker moet uitgewerkt worden. Hè. Verschillende retailers en supermarkten gebruiken verschillende praktijken. Hoor. Zo Carrefour vraagt ze nu om Carrefour Express en om ze dat aan de winkel te brengen. Vroeger moest het centraal. Hè. We zien dat dat niet haalbaar is. Hè. Bij Coruit en de lijst, bij Coruit zeker, denk ik, moet je nog altijd naar het naar Halle in het distributiecentrum. En zij gaan verder verdelen. Nu Carrefour gaat een stap verder en weet voor de lokale producenten hey, dat een bedrijf op mensenmaat en niet een mastodont zoals zij, die beperkingen heeft en stelt eigenlijk maar 2 eisen meer op vandaag. Hey, dat je in orde bent bij het voedselagentschap. We spreken niet meer van certificeringen enzovoort, voedselagentschap. En dat je maximum 40 kilometer van de winkel bent. Je krijgt die vrijheid om met de winkeldirecteur te gaan spreken, de eigenaar. Ja, maar weet, de lijst was vroeger ook centraal in Zellik. Nu laten ze ook toe dat je het lokaal gaat gaan doen. Maar weet, ze zitten in een soort haat-liefdeverhouding. De Leijzes, de Carrefours en de et cetera. Omdat ze niet 100% macht meer hebben op wat dat er gebeurt in hun franchising bij franchisenemers. En punt 1 dat ze het niet weten. En punt 2 dat heel dikwijls die fee dat betaald wordt op de omzet omdat je een franchisenemer bent, ja, dat die dan hun neus voorbij gaat. Dus ze zitten daar nog zoekende. Ze hebben geen... Ze worden er een beetje zot van dat die controle en dat geld missen. Maar ze weten dat de korte keten, lokaal,
winnend is, dus staan ze toe. Ik denk dat er nog verandering gaat komen. Niet op vooruit moet. We gaan het wel zien als het daar is. Ik heb het al meegenomen hier. De korte keten staat voor de boer die basis over zijn prijs. Het is een artikel dat ik gelezen heb. Die van Katrien Verbeek komt, die sustainable manager is bij De Leize. Die zegt, ik geef het gewoon mee, die zegt de vraag stelt, als we ook naar de retailer gaan, hoe kort is kort dan nog? Is de logistiek, als we die uitbesteden, is die dan nog kort? Zijn zo'n vraagstelling dat ze mee heeft? Terecht dat ze erover nadenkt, maar het is een evolutie dat we toch niet kunnen tegenhouden. Best van al. Hè. Dus daar stelt zij ook de vraag, hè, doen we alles zelf en alleen? Of zoeken we partnerships of samenwerkverbanden, waar ik een grote believer van ben, als dat kan? Hè? Want dat kan ook alleen niet, dat hoeft niet alleen op distributie te zijn. Hè? Dat kan ook op inkoop, dat kan ook op productie, dat kan op verkoop, dat kan op distributie. Samen uw verpakkingen inkopen. Why not? Hè? Niks houdt u tegen om dat te doen. Weet, ik heb nu niet over inkoop gesproken, dat 1 euro goedkoper ingekocht, moet je voor 5 euro verkopen, is zo'n nog een geschreven wet. Die is vandaag niet aan bod gekomen in koopoptimalisatie, maar kan door samen aan te kopen, kan zeker een schaalvergroting geven. Ik ben bijna aan het einde van mijn verhaal. Ik wil gewoon nog meegeven wat dat er ook speelt en op ons afkomt, is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. People, planet, profit. Ik ben ook blij dat ze er profit bij gezet hebben. Ik denk dat jullie daar allemaal al heel ver mee bezig zijn. Energiebesparing, slim omgaan met grondstoffen, dat is nu iets wat eigen is aan het lokale, denk ik, voor een stuk. Maar vergeet de profit niet, alleszins. Want dat is ook de enige reden dat je volgend jaar nog kunt bestaan, is als je dit jaar geld verdient. Nooit beschaamd voor zijn. Verder ga ik er niet over uitweiden. Wat ik wel nog over zeggen, dat is de PDCA-methode. Dat is van Deming. Als we met iets bezig zijn, heb je daar 4 stappen in. Het plannen, dat is de denkfase. Het doen is uiteraard het doen. Het checken is terug nadenken en act is terug doen. Als we met iets bezig zijn, mag gerust voor mij. Het hoeft niet in die volgorde te zijn. Je kunt gerust ook eerst checken en dan acten en dan naar plannen gaan. Het kan, maar weet dat de denkfase, het is altijd wel meegeven, dat de denkfase minimum even lang moet duren als de doelfase. Nee? Dat we niet zonder kiezen, zonder kop, voor het te zeggen, erin vliegen. Kan kort, maar weet, dan moet je terug gaan zeggen, maar wat ben ik bezig? Hey? Ik ga plannen. Hey? Ik ga denken, hoe ga ik het doen? Wat kan er gebeuren? Wat kan er niet gebeuren? Etcetera. Valscherm, pistes B, en etcetera. Dan doe je dat, uiteraard. En dan check je, wat ik gedaan heb, is dat goed? Ben je terug aan het nadenken? En act wil eigenlijk terug zeggen van, wat ik nu gedaan heb, wat is mijn verbeteringsactie? Hey? En dan ga je terug van plannen. Dit is een cirkel. Hey? Plan, do, check, act. Het is een cirkel. En iedere verbeteringsstap borg je. Zet je vast. Ja? Iedere verbeteringsstap zet je vast. Dat je niet meer achteruit kunt vallen. Het is een systeem dat ik heel veel gebruik. Deming noemt dat. PDCA, plan, do, check, act. Geef het gewoon mee. Het is een benadering en een keer dat je dat je eigen maakt, kun je daar heel veel voordeel uit halen. Dames en heren, dat was het meeste voor mij. Misschien een beetje theoretisch geweest, een beetje snel gegaan, maar het moet een beetje naar mijn tijd. Het is een hele, hele grote boterham hoor, wat we nu vandaag hier in rood 1,5 uur doorjagen. Ik denk dat Tijl het verder gaat overnemen van mij. Als er vragen zijn, ik heb de chat niet gezien, maar als er vragen zijn, stuur ze gerust. Voor mij mag het ook achteraf als er nog vragen zijn, maar dan moet je met Tijl verder afspreken. Ik hoop dat jullie iets aan gehad hebben. Ik zeg, het is heel snel, heel kort erdoor. Als we in case by case gaan, gaan we daar heel veel dieper op in. Maar ik hoop dat ik toch een beetje die B2B retail een beetje kunt schetsen hebben.
die ook benaderd wordt zoals iedere andere prospect of suspect of prospect zal moet benaderd worden. En wat ook nooit je prijs mag uit het oog verliezen, uiteraard. Alsjeblieft. Oké, dank u wel, Geert. Ja, sorry, Tijl, dat mijn slides soms een keer wat geweren ging, maar ik denk dat het op het laatste wat beter was. He, toen, ja. Dat is geen probleem, dat gebeurt. Oké. Dat gebeurt bij de beste. Het was een heldere uiteenzetting. Het was inderdaad een hele boterham, maar de webinar wordt opgenomen, wordt achteraf ook bezorgd en is achteraf te bekijken. Dus als er zaken zijn dat je graag op terugkomt, weet dat dat mogelijk is. Ik zie dat er nu geen vragen zijn voor Geert. Moest het zijn dat je in de komende 10 minuten toch nog een vraag hebt, noteer die in de chat. En dan kunnen we die op het einde voorleggen aan Geert of aan mij, als het over mijn deel gaat. Na de hele boterhamtheorie gaan we nu toch iets wat in de praktijk gaan. Wij hebben een kleine proef gedaan in samenwerking met het Hof van der Rille, een zuivelboerderij in Women en AD De Leize in Diksmuiden. Het Hof van der Rille is een zuivelboerderij die van de melk op het veebedrijf ijs produceert, yoghurt produceert, platte kaas en andere zuivelproducten. En die ook een deel van de producten afzet via supermarkten en buurtwinkels. AD De Leize is dus een van de B2B klanten waar yoghurt, ijs en melkdrinks geleverd worden. En dus dat is de situatieschets. Er is al een aantal jaren samenwerking tussen het Hof van der Rille en AD De Leize. Wat hebben wij gemerkt? We hebben gemerkt dat op dit moment worden alle producten van het Hof van der Rille individueel aangeleverd. Alle producten worden per één potje, als het gaat over de yoghurt, want in dit geval zal het dus vooral toegespitst zijn op de hoeveyoghurt. Als het gaat om de yoghurt, wordt elk potje yoghurt afzonderlijk aangeleverd aan De Leize en ook afzonderlijk verkocht. De levering gebeurt op vraag van de supermarkt. Wekelijks komt er een bestelling binnen en dan produceert Ans van het Hof van der Rille de gevraagde hoeveelheid yoghurt en levert die ook zelf aan. AD De Leize dan zelf, hoe staan zij tegenover lokale producten, net zoals andere zelfstandige supermarkten? Zij zich er dus van bewust dat korte keten een hot item is en zij zijn dus ook constant op zoek naar interessante lokale producten. Nu, dat is de situatie. Alle potjes individueel in de frigo. Komt dan uiteindelijk de vraag, als wij nu potjes samen gaan verpakken, in welke mate heeft dat dan invloed op onze globale omzet van yoghurtpotjes? Is er enerzijds een verschil merkbaar tussen de individuele en de gecombineerde verpakkingen? Als wij 4 potjes aardbei apart in de frigo gaan zetten, of wij verpakken 4 potjes aardbei in 1 verpakking en gaan die zo aanprijzen in de frigo, in welke mate zal dat de verkoop van die aardbeienyoghurt gaan beïnvloeden? Anderzijds hebben wij ook een klein testje gedaan naar opmaak van de verpakking toe. En hebben ons eigenlijk de vraag gesteld, in welke mate heeft een verschillende opmaak van de verpakking ook een invloed op die verkoop? Een eenvoudige verpakking, leidt die tot meer of minder verkoop van een bepaald product? Dus met dat in ons achterhoofd hebben we dus nagedacht over een goede verpakking. We zijn daarvoor naar een drukkerij gestapt en hebben eigenlijk in overleg met de drukkerij nagedacht over welke soort verpakking dat wij hadden. We hadden daar een aantal aandachtspunten voor opgesteld. Allereerst moest de verpakking kwalitatief zijn. De yoghurt wordt in de koeling bewaard, dus het is belangrijk
dat de verpakking waarin dat de potjes zitten, dat die niet te veel zwelt, niet zacht wordt en uit elkaar valt. Daarnaast moet de verpakking ook professioneel ogen. Moet dus met andere woorden aantrekkelijk zijn. Maar tegelijkertijd moet nog altijd de link behouden worden met het ambachtelijke van het product en moet ook het verhaal van de hoevenaar voorkomen. Het was van in het begin was het heel duidelijk dat we niet de kant op wouden van de Danones of de, welke merken heb je nog allemaal, de Activia's. We wouden geen industrieel ogende verpakking, maar we wouden nog altijd het gevoel van de hoeve meenemen in die verpakking. We zijn uiteindelijk tot 4 verschillende versies gekomen. Een pakket een heel fruit, dus dat zijn 4 potjes waarvan 1 ananas, 1 abrikoos, 1 mango en 1 exotisch fruit. Een pakket rood fruit, 1 aardbei, 1 bosbes, 1 framboos en 1 kers. En 2 versies van 4 potjes aardbei. Dus een versie die opgemaakt is zoals de gele en de rode en dan een versie aardbei die opgemaakt is als een wit product. Dus een zeer basisverpakking. Hier heb je dus afbeeldingen van de verpakking waartoe we gekomen zijn. Links dus het heel fruit, rechts het rood fruit. Dus zoals dat je ziet, was niet de bedoeling om heel strak te gaan. We wouden nog altijd het gevoel van de hoeve doortrekken. Ook de huisstijl van het Hof van der Rille gaan doortrekken. Iets moderniseren. Wel, maar nog altijd de eigenheid van de hoeve blijven behouden. Voor de aardbei is het verschil ook duidelijk. Hebben we rechts een heel basis. Een hele basisuitvoering van de verpakking en dan links de verpakking zoals die is voor de 2 andere pakketten. Nu, onze vraag is duidelijk. Wat is nu de invloed van het ontwikkelen van zo'n verpakking en die gaan aanprijzen in de supermarkt naast de losse potjes? Zal dat leiden tot meer of minder verkoop? Onze hypothese was dat het gegroepeerd verpakken zal leiden tot globaal meer verkoop tegenover individuele verpakkingen. Ten tweede dat een kleurrijke verpakking beter zal verkopen dan een basisverpakking. Maar ook dat het gecombineerd verpakken een positieve invloed zal hebben op minder populaire smaken. Dus hier heb je een voorbeeld van de situatie links. Voor dat de gecombineerde verpakkingen in de toog stonden, dus alle potjes staan los in de frigo, heeft natuurlijk ook een belangrijk gevolg dat als er bepaalde smaken uitverkocht zijn, dat de frigo zeer snel leeg zal tonen. Een ander probleem die zich voordoet is dat het soms wat slordig oogt. Mensen die een potje nemen of die het ene potje verzetten, het andere eruit nemen, al heel snel oogt die toog zeer slordig. Los je eigenlijk voor een groot deel op als je met die sleeves werkt. Zeker als je ze mooi aanprijst, mooi uitstalt en zorgt dat die mooi vooruitgeschoven zijn in de frigo, toont dat al meteen veel cleaner, veel aantrekkelijker en veel rustiger. Nu dan, kunnen we eigenlijk zeer concreet dat gaan meten of dat er effectief meer of minder verkocht wordt. De verkoopcijfers konden nagevraagd worden bij AD De Leize. En dat heb ik eerst gedaan voor seizoen 2020, dus vorig jaar, om toch een beetje een vergelijking te hebben met dit jaar voor dezelfde periode. Dus we hebben... ik heb cijfers opgevraagd voor 8 weken, dus april en mei volledig. En wat blijkt? Dat framboos en kers de 2 meest populaire smaken zijn. Abrikoos daarentegen is samen met ananas en de andere hele vruchten iets minder populair. Nee, dus gemiddeld wordt er van de zeer populaire smaken 9 tot 10 potjes per week verkocht. Van de minder populaire smaken zie je dat de cijfers wel veel minder zijn.
dat er in het geval van abrikoos vaak nog geen 2 potjes per week verkocht werden. Nu, we kunnen die cijfers voor de proefperiode, dus we hebben een proefperiode van 4 weken aangenomen in april en mei, kan je die cijfers voor de losse potjes gaan verdiepen. Als we kijken naar aardbei, werden er in totaal over die 4 weken 45 potjes geleverd, 25 verkocht. Wat dat dus zorgt dat er 56% van de totale geleverde potjes effectief verkocht geweest is, met een gemiddelde verkoop per week van iets meer dan 6 potjes. Voor bosbes zie je dat het percentage verkoop tegenover geleverde potjes iets hoger ligt, dat er 8 potjes per week verkocht worden. Bij framboos zie je dat dat eigenlijk vrij goed ingeschat wordt door AD De Leys, dat er 80% verkocht wordt met 10 potjes per week. Hetzelfde voor kers is ook al iets beter ingeschat, waar gemiddeld 9 potjes per week verkocht worden. En dan de minder populaire smaken, ananas, abrikoos, mango en exotisch fruit, verkopen beduidend minder. 4 potjes per week voor exotisch fruit, iets minder dan 4 voor mango en dan iets minder dan 3 voor ananas en abrikoos. Kijken we dan naar de gecombineerde verpakkingen. Hou er rekening mee dat bij die gecombineerde verpakkingen een geleverd stuk, 1 stuk gecombineerde verpakking is eigenlijk 4 losse potjes. Dus alle cijfertjes in de laatste kolom zou je eigenlijk maar 4 moeten doen, wil je totaal zicht hebben op de hoeveelheid individuele potjes die er verkocht worden via gecombineerde verpakking. Wat zien we hier is dat het aantal verkochte producten tegenover het aantal geleverde producten iets stabieler is. Behalve bij aardbei zie je dat toch wat tegenvalt, dat daar minder dan de helft van de geleverde producten effectief verkocht worden als het gaat over de normale versie van de omverpakking. Kijken we dan naar de versie die opgemaakt is als een wit product, zie je dat eigenlijk maar 17% van de totaal geleverde verpakkingen effectief verkocht wordt. Dus amper 1 per week wordt er verkocht van dat wit product tegenover iets meer dan 3 per week van de gewone opmaak van de aardbeiverpakking. Nu bij geel fruit zien we opmerkelijk dat er veel meer verkocht wordt per week dan dat er eigenlijk in de afzonderlijke potjes verkocht wordt. Als we terugkijken, dus hier zitten we aan 6,5 sleeves die verkocht worden. Dus 6,5 maal 4 potjes per week die gemiddeld verkocht worden in de proefperiode. Waar dat we eigenlijk in de vorige slide in de tabel gezien hebben dat voor die hele vruchten dat het hoogste aantal gemiddeld verkochte producten per week slechts 4 potjes per week was. Dus we kunnen hier al een zekere conclusie uit gaan trekken. Bij rood fruit zien we wel dat daar iets minder van verkocht wordt tegenover de losse potjes nu. Dus je ziet dat niet altijd, dat er geen garantie is dat gecombineerd verpakken altijd zal leiden tot een hogere omzet, maar dat er wel veel indicaties zijn om dat aan te nemen. Nu, conclusies dan. De vormgeving van de verpakking heeft een duidelijke invloed. Dat toont dus de verkoop aan van de aardbei enerzijds in een gewone verpakking, anderzijds in een verpakking als wit product. Het is zo dat aardbei in de mooie verpakking 26% meer verkocht heeft in de gelopen proefperiode dan in de basisverpakking. Dat is toch al een vrij groot verschil en toont dus ook aan hoe belangrijk de vormgeving van je verpakking is, hoe belangrijk het is om ook het verhaal op de verpakking mee te nemen en die beleving ook daar wat te gaan doortrekken. Er is daarnaast ook een duidelijk verschil merkbaar in de verkoop van bepaalde smaken
individueel tegenover gecombineerd. Individueel, als het gaat over aardbeien, zie je dat er als er gecombineerd verpakt wordt, dat er effectief wel meer verkocht wordt. In de proefperiode werden ongeveer 9 potjes per week individueel verkocht, tegenover iets meer dan 3 sleeves per week voor dezelfde smaak, dus ook voor aardbei. Maar onthoud, 1 sleeve bevat 4 potjes en dan kom je op een totaal van 13 potjes per week gedurende die proefperiode van 4 weken. Ik heb het daarnet ook al gezegd, de combiverpakking met heel fruit heeft ook een duidelijke invloed gehad. Gemiddeld zie je dat de verkoop tweevoudig is tegenover die van de individuele potjes voor de smaken ananas, mango, abrikoos en exotisch fruit. De combiverpakking voor rood fruit heeft dan gemiddeld wel een iets mindere verkoop dan de individuele potjes. Ik zie hier de vraag binnenkomen van Stijn. Was er een prijsverschil per potje of per 4 verpakt? De prijs en de verpakking per 4 was gewoon 4 maal viermaal een individueel potje. Dus de prijs was eigenlijk hetzelfde. Maar ik denk dat de korte proef die gelopen heeft bij Adi de Lijze dus ook wel duidelijk maakt dat iets wat werkt in een hoevenwinkel, dus de individuele potjes verkopen, dat die daar goed verkopen, dat dat eigenlijk beter kan in een andere ruimte zoals een supermarkt, waar er toch ook andere dynamieken gaan meespelen, waar je ook best nadenkt over welke verpakking ga ik gebruiken, hoe ga ik die vorm geven, hoe wil ik dat mijn product gepresenteerd is in de frigo. Onthoud de 2 foto's waar de foto en de situatie vooraf een beetje een slordigere uitstraling heeft dan het gecombineerd verpakken, wat er vaak veel cleaner en netter uitziet. De ervaringen van het Hof van der Rille dan zelf, is niet onbelangrijk natuurlijk. Het is belangrijk dat de hoeve zich er zelf ook goed bij voelt. En dat is eigenlijk het geval. Hans was eigenlijk wel enthousiast over het gebruik van de sleeves, is ook van plan om daarmee verder te gaan. Maar ik heb het opgeschreven, ik heb het neergeschreven. Het ontwerpen van een verpakking naar wens vergt wat tijd en moeite. En het is niet zo dat de versie waarmee Hans nu werkt, dat die volledig op punt staat en dat daar geen aanpassingen meer aan zullen nodig zijn. Er zullen altijd zaken zijn die je nodig vindt om aan te passen of niet. Daarnaast vergt het verkoop van gecombineerde verpakkingen ook een andere mindset. Je mag niet meer kijken naar absolute verkoopcijfers, maar je moet er ook rekening mee gaan houden dat in die sleeves, dat je eigenlijk per stuk dat je verkoopt, in dit geval dat je 4 potjes verkocht. Een ander belangrijk punt is dat je wel duidelijke afspraken maakt met je klant, met je B2B-klant, wanneer je iets nieuws probeert. En dat je dat best doet met zowel de directie van de supermarkt waar je aan levert, als met de verantwoordelijken van de productafdeling. Het is zo dat in dit geval de directie van AD De Lijze eigenlijk heel enthousiast was over het proefproject, maar dat er toch wat schroom was bij de product, bij de afdelingsverantwoordelijken, die daar toch wat sceptisch tegenover stonden en niet echt de meerwaarde van dat gecombineerd verpakken inzagen. Maar we hebben nu wel net gezien dat er dus wel degelijk, dat wel degelijk de moeite loont om daarover na te denken en te overwegen om ook aandacht te besteden aan een mooie verpakking. En dan een laatste puntje, ook niet onbelangrijk, is dat ons geregeld aangesproken geweest is door klanten in AD De Lijze en klanten van haarzelf, met eigenlijk de melding dat de sleeves heel geslaagd waren, dat ze er zeer enthousiast over waren, dat ze ook wel meteen bereid waren om eens zo'n sleeve te kopen. Dus tot zover de
praktijk gekoppeld aan de theorie, voor één aspect dan toch, verpakking. Want zoals dat we gezien hebben in de uiteenzetting van Geert, zijn er toch een aantal zaken waar je nog extra rekening mee dient te houden. Ik zie dat er nu geen vragen meer binnengekomen zijn, maar wel nog één vraag voor Geert. Ik stel voor dat we die nog snel een keer behandelen. En dat we dan afsluiten. Geert, opnieuw een vraag van Stijn. Hoe spreek ik het best af met een winkeldirecteur? Doe ik dat telefonisch of per e-mail? Per e-mail is men niet altijd beschikbaar, telefonisch ook niet altijd. En is het dan niet beter om gewoon eens langs te gaan, eens binnen te stappen in de winkel met mijn product bij de hand? Het is een verhaal. Ja, zeker. Nu, welk product verkoopt Stijn? Dat weet ik niet. Aardappelen. Ja, oké. Okay. Dan kun je natuurlijk heel moeilijk direct proeven. Als het bijvoorbeeld, kom terug hoor Stijn. Als het bijvoorbeeld yoghurt geweest, dan zou ik er zeker mee onder mijn arm binnengestapt hebben. En dan proberen te overtuigen om samen te proeven. Als je dat kunt bereiken, ben je al winnaar. Nu, aardappelen, zeker. Ik zou niet alleen ik zou durven binnenstappen met mijn verpakte aardappelen, want dan gaan ze dan wel moeten zijn, denk ik, naar uw B2B. Maar daar terug het online en offline verhaal. Dus het offline verhaal, dus het mooie foldertje is altijd van belang. Geef je samen met je aardappelen af, laat je achter. En dan mag je gerust van mij al de namiddag, of niet te lang wachten, geen dagen over laten heen gaan en bellen. Zeg, kijk, ik heb daar iets achtergelaten, als je hem al niet direct te pakken krijgt. Ja? Dat is de ideale wereld. Maar als je hem niet direct te pakken krijgt, bel je het namiddag al, ik heb iets achtergelaten. Kijk, mijn verhaal en verhaal is zo. Krijg je hem nog niet te pakken, 2 uur later stuur ik al een mail. Dat is niet stalken hoor, je moet daar geen schrik voor hebben. En dan terug, mag je teruggaan, zondags bellen, terug binnenspringen. Daar is de aanhouder wint. Uw verhaal, hoe het best, geloof, cold calling zoals wij noemen, is een moeilijk verhaal. Het is heel gemakkelijk gezegd, ik ben er niet. Als je hem ziet lopen in de winkel, pakt hem bij zijn kraag. Geef het anders aan de medewerkster. En bel 's namiddags, haal het niet, mail 's avonds, bel Sandra's terug, spring terug binnen, tot hij hem te pakken krijgt. Aanhouder, hé. Ik heb dat gezegd, 7 keer moeten van u horen voordat ze overtuigd zijn. Dat geldt daar ook. Het is een en-en-en verhaal. Ze zijn voor mij alle drie goed. Moest je kunnen hem te pakken krijgen, pak hem bij zijn nekvel en je kunt al uw verhaal doen. Maar laat altijd ook iets achter van informatie. Niet alleen uw aardappelen op zich. Hè. Informatie achterlaten. Dus noods kleef het aan uw verpakking. Hè. Uw foldertje, uw korte voorstelling. Dat het niet verloren gaat. Doen. Ik kan alleen maar zeggen doen. Lukt het niet. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Ze hebben al aardappelen liggen in het schap. Het onderscheidende daar terug, allee, komt daar terug. Hoe onderscheidender je bent, hoe mooier je verpakking, hoe uit het oog springend. Allemaal het verhaal. Contact opnemen, alle drie doen. Als het ene niet lukt, probeer het ander. En verhaal, zeker. Succes. Okay. Gaan we doen, zegt Steen. Goed, als er verder geen vragen meer zijn... denk ik dat we bijna kunnen afsluiten. Geert, ik denk niet dat het de tijd zich nog loont om voor u om kort feedback te geven op de proef, tenzij dat je heel snel in 2 minuten nog commentaar kan geven. Ja, we hebben het er kort over gehad op voorhand, Tijl. Cijfers zijn goed, uiteraard heeft een meerwaarde. Coruit heeft dat bijvoorbeeld heel goed gesnapt. 1 actie, er 4 in 1 keer meenemen, gebeurt bijna even snel dan 1 potje. Hè? Zeker, die combinatie verkopen zie je overal. Waarom niet doen?
Het enige dat ik zou durven in verpakking, maar je hebt het uitgelegd wat dat de bedoeling was. Zelfs authentiek, zelfs het landelijke, zou ik nog iets gedurfder durven gaan. Hè? Misschien in kleuren, hè? Maar hou inderdaad de binding met het landelijke, met de hoeve. Maar ik zou er nog iets meer durven uitspringen. Ik zou iets durven meer in kleur gaan. En wat een klein beetje mis, ik had een andere slide, maar ik heb die te laat bijgevoegd zondagavond, is, ik zie nu die koeien staan, perfect uiteraard, maar ik mis een beetje beleving. Als ik daar een meisje zo zie opletten ermee dat je niemand voor de kop stoot, maar als ik daar een gezin zie aan de yoghurt lachen, ze eten tijdens de lachen dat ze eten, dat ze de yoghurt aan het eten zijn, of op de schommel zitten tijdens dat ze de yoghurt eten, ga je daar heel veel sterker verhaal krijgen dan dat je een statisch gegeven doet. Dat noemen ze de beleving. Ik ben gelukkig als ik de yoghurt van Hansje was, denk ik. Als ik van Hofterelle, als ik yoghurt eet, ben ik gelukkig. Dat is één beleving. Dan kun je naar gezondheid iets mee doen. Whatever. Daar zou ik dat... Ik ben ook geen verpakkingsspecialist hoor, maar dan zou ik naar beleving toe iets sterker verhaal durven brengen. Dat ik blij word als ik mag of kan een yoghurt van Hofterelle eten. Dat zou ik ermee nemen. Maar anders heel mooi gedaan, hè. Het zegt kleuren zijn goed, te dit. Voor mij iets te braaf. Maar wie ben ik? Het is echt een heel persoonlijke mening hoor. Spring nog graag een keer uit de box. Of uit de rij, ik ga het zo zeggen. Ja. Maar de cijfers zijn voor wat dat ze zijn. Niet, ze zijn goed. Dat zie je maar. Ja, stof tot nadenken zou ik zeggen. Alsjeblieft. Ik heb ook de waarheid niet in pacht. Het is try and error. Uitproberen lukt het niet. Niet opgeven, anders doen. Cirkel. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Nog één aankondiging voor de West-Vlaamse producenten. Als verlengde aan deze vorming bieden wij, Heert in samenwerking met ons, bieden wij eigenlijk 5 screenings aan bij 5 aparte, alleen dus 1 screening per producent, bij 5 producenten van uw B2B-activiteiten. Voorwaarde is wel, zoals ik net zeg, dat je een producent bent in West-Vlaanderen en dat je reeds actief bent in de retail. Er zal een inschrijfformuliertje opgemaakt worden om in te tekenen voor die screenings. Deze zal meegestuurd worden samen met de opname en de presentatie later deze week. Dus als je graag persoonlijk advies wil van Heert, dus hij zal langskomen op de hoeve en dan samen met jullie naar de supermarkt gaan en de situatie in beeld brengen, een aantal adviezen gaan geven, dan zou ik zeggen, teken zeker in op de inschrijfmodule die volgt in de mailbox. Wij maken dan de selectie van 5 producenten en dan kunnen jullie zich verwachten aan een leerrijke screening. Voor de rest, rest er mij niets meer te zeggen. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid. En alvast nog een prettige avond. Ook bedankt aan Heert voor de heldere uiteenzetting. Wat mij betreft was het zeer boeiend. Dank u wel. Graag gedaan, hoor.